We zijn weer live, Marlijn. We zijn weer live. Radio Gletscher, het is maandag. Het is niet zo mooi weer meer, helaas. Is het niet bij mij? Hoe is het bij jou? Bij mij is het ook niet zo mooi weer. En we hadden zelfs een luchtalarm. Zo. Dan weet je hoe laat het is. Nou, ik zat wel even te kijken. Wat moet je nou eigenlijk doen als er zo'n luchtalarm dan afgaat? Even kijken hoor. In grote delen van de regio, dus dit was eigenlijk in de hele provincie Utrecht, is zojuist het luchtalarm afgegaan. Hier was geen reden voor. U hoeft hier geen gehoor aan te geven. We onderzoeken op dit moment hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dus ik vroeg me af, ja, wat moet je nou eigenlijk doen dan, als zo'n ding afgaat? Dus ik denk altijd, oh, dat zijn de Duitsers, maar dat klopt natuurlijk niet. maar weet jij dat, Niels? Wat moet je doen? Ramen en deuren dicht en wachten tot je gered wordt. Okay. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is altijd de eerste maanden van de maand heb je zo'n test, dat weet ik wel. Dus het is nu niet de eerste maanden van de maand, dus dan is er wel iets aan de hand. Nou, als het niet zo is, dan is het dus vals alarm. Nou, gelukkig voor jullie. Het is inderdaad wat onduidelijk, hè? Even na 11 uur is in de regio Utrecht het luchtalarm afgegaan. Er is geen incident. U hoeft dus geen actie te ondernemen. Tijdens het testen van een van de waspalen zijn per ongeluk alle waspalen in de regio afgegaan, waardoor het luchtalarm door de hele regio te horen was. Ik heb het even opgezocht. Je moet inderdaad ramen en deuren dicht doen. En de regionale omroep opzetten. Aha. Oh, die heeft dus toch een functie? Ja. Nou ja, ook als het een foutje is, dan zou je zeggen, nou, dat behandelen ze ook op de omroep. Maar dat was alleen maar hele vervelende, hele oude Griekse muziek te horen. Dus ik weet niet wat ze daar aan doen waren. Maar loos alarm. Hey, we zitten nu in week 3. Hè? We hebben al best wat leuke gasten gehad. We hebben vandaag ook nog een gast. Die komt wat later. Er zijn heel veel positieve berichten binnengekomen. Via de mail en via de chat. Eigenlijk. En daar zijn we heel blij mee. We zijn natuurlijk nog steeds bezig met de try-out tot september. En dan gaan we over naar een serieuze programmering voor Radio Gletscher. Dus alleen maar een soort try-out waar we aan het doen zijn. En ik ben heel benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt. Maar deze week zit bomvol met gasten. Is dat zo? Ja, zeker. Ja, dat weet jij misschien nog niet, maar we hebben dus elke dag een gast. Dat is best wel leuk. En volgende week gaat dat waarschijnlijk ook wel een beetje door. En dan, dan gaat de maand toch snel, Marlijn. Ja, dat klopt. Nee, we hebben nog 2 weken en dan zit de try-out eigenlijk een klein beetje op. We hebben al wel gezien, ja, we kunnen niet meteen in september al overgaan op een audio stream. Dat is... Er zitten nog heel veel haken en ogen aan. Dus we blijven dit programma gewoon doen. Maar wel minder vaak. Dus zo 1-2 keer per week. Dan hebben we tijd genoeg om de zender een beetje goed op te zetten aan de achterkant. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ja, en bij deze even een oproep aan mensen die mee willen helpen aan dit project. Stuur even een mailtje naar info@radiogletscher.nl. En dan, wie weet kunnen we wat voor elkaar doen. Hartstikke leuk. We hebben natuurlijk ook de vaste items nog vandaag. Hè? De graancirkels en de UFO's. Zullen we daarmee beginnen of wil je eerst iets anders nog kwijt? Nou, we hebben in het volgende uur hebben we een gast. Dus daarvoor hebben we eigenlijk allemaal nieuws dat is blijven liggen. Dat spreekt in het voordeel van de gasten, want die waren zo interessant dat we dat maar even hebben gelaten, het nieuws.
We kunnen wel even, want het was. Ik zal het even tevoorschijn halen. Dit is een driehoek van ongeveer 5 heldere lichten dat, of die langzaam bewoog in een rechte lijn. En dit was in Almelo. Ik zat in de avond te kijken naar de vallende sterren die ik kon zien, toen ik plotseling een kleine driehoekvorm zag van ongeveer 7 felle lichten. Het bewoog langzamer dan de vallende sterren die ik die avond had gezien en leek hier en daar langzaam te knipperen. Het was wel op ongeveer dezelfde hoogte als de sterren. Ik heb deze ochtend de waarneming besproken, waar wij al een paar theorieën hadden gemaakt van wat het kon zijn. Een illusie van licht. Dit gebeurt wel vaker wanneer het ligt aan meteorieten. Dat is inderdaad zo. Er zijn heel veel van die meteor showers zijn aan de gang. Oké. Okay. Het tweede was, ik was moe en verbeeldde me het bewegen. Drie, er was een meteoriet die zich splitste. Unlikely, want de lichtjes bleven dicht bij elkaar. Vier, het was iets onbekends wat de militair of het leger aan het testen was. Aha. Wat het dan ook was, het zag er erg raar uit. Het was zeker leuk om mee te maken. Ik heb een kleine schets hierbij gezet. Dus dit is niet echt. Dit heeft hij geschetst. Zo'n soort driehoek. En er kwam nog een melding binnen, want dit was in Almelo. Maar er kwam ook een melding van een soort gelijk ding, een V-object. En dit was, nou, een klein beetje in de buurt, in Huizen, Gelderland. Het was net een vogel, maar dan heel groot. Het leek op een wolk die heel hard voorbij ging. Ik heb zelf geen foto kunnen maken, daar ging het te snel voor. En we waren nogal perplex. Deze foto is een soort gelijk. Ja, dan zien we dit. Dat is ook weer een gefotoshop knutselwerkje. Een V-vorm. Ja, dus dat was dicht bij elkaar. Nou, inderdaad. Allebei driehoekig. Ja, die, dat zou natuurlijk ook. Ja, satellieten zouden toch ook kunnen zijn? Of niet? Ja, ik heb dat zelf nog nooit gezien. Hoe dat nou eruit ziet met een satelliet. Ja. Dat is toch iets heel anders, lijkt mij. Maar goed. Ja, ik ken wel die verhalen van dat je steeds zo'n van die lichtjes naar boven ziet gaan, trapsgewijs, zeg maar. Dat was toen ook met die. Met het verhaal van, was het niet Elon Musk die daarmee bezig was? Dat heel veel van die satellieten naar boven werden, naar de hemel werden gestuurd, als het ware. En dat dat zag er heel raar uit, inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. Ik wil hier wel even verder op doorgaan, want ze hadden het over meteorieten. En Jenny Shields, die heeft een boodschap doorgekregen. Seeding the Earth taking place. Seeding of the Earth taking place. En daar komen die meteorieten ook weer in voor. I received this message today while assisting the Aura Cleanse participants and knew that it needed to be shared. Dus dit is een gechannelde boodschap. What must be understood about this meteor shower is that it contains valuable genetic coding and information that has the potential to turn on dormant, often misunderstood DNA. I say potential because not all on Earth are accepting of these activations and not all can be upgraded due to their form. I replied, many will worry that advanced age or declining health will keep them from upgrading. Dus we krijgen een soort codes binnen door die meteorieten, krijgen we een soort codes en ja, we worden geupgrade met een soort energie. Ja. En heeft ouder worden en ongezonder worden, zeg maar, daarmee te maken. En ze zeggen nee. No, what keeps one from being able to physically accept such advanced coding is the amount of light in which one holds. Light is information,
on one hand and vitality on another. When one holds little vitality, they are unable to access the full potential that is available to them now. Many on your planet are having issues with their form and advanced age, yet hold great vitality. The teams of guides and guardians that assist on Earth have been urging their incarnates, thank you, to breathe more and deeply, to allow the breath to open their energy channels and allow the spectrum of light, chi, prana, or whatever word suits into their form. The more light one holds, the more they're able to utilize all that the cosmos is offering at this time. This particular meteor shower happens every year, which often causes it to be overlooked and not seen as a rare phenomenon. However, that is because most lack the understanding of the potential in which is held in each transmission that reaches your atmosphere. Dus dat heeft ook weer met die Lionsgate te maken, maar waar we nog steeds, we zitten een beetje in het staartje, geloof ik. Het is tot de 20e, geloof ik. En daar had de Herbert het ook over, dat er in deze afgelopen 2 weken zo ongeveer, dat is een enorme, er is enorm veel aan de hand qua energie. Merk je dat zelf ook, Marlijn? Ik ben te druk om daar iets van te merken. Maar dat is altijd lastig als je met dingen bezig bent, zoals wij nu met Radio Kletcher, om dan, ja, het loopt wel, hè? Het stroomt wel, vind ik. Dus er zijn wat haken en ogen hier en daar, maar over het algemeen stroomt het gewoon lekker door. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, en dat, je bedoelt de energie die wij erin leggen om voor de platform, bedoel jij? Of bedoel je ook voor jezelf? Ja. Nee, voor de platform. Ja, nee, dat klopt ook wel. En dat is ook, dat is ook mijn focus op dit moment ook vooral op. Ik inderdaad, de druk, zo zou je het kunnen zeggen. Het is inderdaad, ik heb ook genoeg te doen de afgelopen tijd en de komende tijd ook. Dus ik, je moet daar heel bewust moet je afstemmen. Wil je dat soort subtiele ervaringen, zeg maar, meer opmerken? Maar ja, dat zal ongetwijfeld. Ik hoor ook wel vrienden van mij die dat wat beter volgen. Die zeggen, ja, de komende maand gebeurt er heel veel. Augustus, dat wist ik ook. Dat een hele bijzondere energetische maand zou worden. Ik zelf merk dat nog niet zo. Maar ik zit nu best wel veel in de materie. Hè. Ik zit best wel in de stof, zeg maar. Dus je... Dat klinkt misschien wat gek, maar je bent anders afgeleind. Wanneer je wat vaker naar binnen gaat, en dat zou ik eigenlijk moeten doen. Maar ja, je weet hoe dat gaat, dan gaat dat even op een lager pitje. Maar als je het vaker doet, dan ga je die energie wat meer merken. En dat is ook per persoon natuurlijk verschillend. Hè? De ene maakt het wat heftiger mee dan de ander. Maar ik geloof het wel, het zou best kunnen. Ja, de tip die ze hierin... hebben is om te ademen, te breathe. To breathe deeply en flink op zijn Wim Hof's, zeg maar. Dat zie je Wim Hof ook vaak doen, hè, in interviews. Dan is het even gewoon... Nee, wat gewoon ook wel interessant is aan het verhaal wat je net vertelde. Het licht is informatie, dat weten we. Dus de zon, die is essentieel. Ja, als jij zonlicht toelaat, dus natuurlijk op je huid, maar ook in alle andere delen van je lichaam, dat kan inderdaad voor een upgrade zorgen in je, wordt ook gezegd in je DNA. Ik heb dat niet helemaal uitgezocht, maar ik hoor daar meerdere mensen over die dat beweren. En dat zal dan wel weer spiritueel weer meewerken in het proces. Dus ik geloof het wel. De zon is ook essentieel. Zonder zon is er geen leven, simpelweg. Dus ja, dat zou goed kunnen. Ik heb daar zo ook nog een bericht over de zon. Oké, ja. Dus dat haakt hier ook op in. Ja, daarom. Kijk, ik hoor natuurlijk van meerdere mensen wat. En ik kan allemaal dingen gaan roepen, maar het zijn allemaal beweringen.
dat houdt niet zo van. Ik probeer dat een beetje zo min mogelijk te doen, anders wordt het weer zo vaag. Maar hoe kijk je trouwens tegen de bewering die ook van kinds af aan al vaak wordt gezegd van je moet niet met je ogen in de zon kijken. Want ik kan het prima zonder dat ik ergens last van heb. Ik merk als ik even in de zon kijk, ik heb er nergens last van. En ik zie dan vervolgens allemaal mooie lichtkleuren, mooie vlekken. En ik vind het gewoon heel fijn. Maar hoe ervaar jij dat? Ah, dat heb ik nog nooit. Want dat is sungazing. Ja. En dat schijn je ook te moeten opbouwen. Hè? Dus dat kun je ook niet meteen heel lang gaan doen. Je moet het met stapjes moet je het een beetje doen. Dat zit er ook bij mij nog wel in, ja. Dat het gevaarlijk is om dat te lang in de zon te kijken, ja. Ja, nee, ik heb eigenlijk nooit een zonnebril op. Ik vind het heerlijk om even in de zon te kijken. Niet per se vol in de zon, maar gewoon als ik bijvoorbeeld thuis ben en ik sta op het balkon of zo. Ja, dan kan ik prima in de zon kijken. En dan merk je ook dat het energetisch wat doet. En je wordt als het ware hem opgeladen. En als je het helemaal toelaat, en je gaat dat energetisch een beetje door laten stromen in je lijf. Dat voelt wel een soort, soort oplaadpunt. En dat is heel fijn. Ik heb altijd het idee van, ja, wat vroeger verteld is van, je moet niet met je ogen de zon kijken, dan word je blind, weet je wat, dan krijg je dat verhaal. Ik weet niet of dat zo is, of dat misschien een hele subtiele afleiding is van ons potentieel, maar goed. Nou, daar hebben we vandaag niks aan, want de zon is even niet, maar... Nee, ik heb gisteren nog weer heerlijk gefietst en lekker wat zonnestralen gepakt, dus ik geniet er wel van, maar het is... Het is een van de zoveelste dingen die anders in elkaar zitten, of toch misschien anders werken dan wat dat er ons verteld is. Hè? Ik heb hier ook een mooi artikeltje over. Dat gaat natuurlijk over het overleven in tijden van mind control en fake news. Daar wil ik toch even naartoe. Ik zag gisteren weer een heel interessant artikel voorbij komen van de... oud medewerker volgens mij van de NOS of van de NPO. En die werd door het Parool geïnterviewd. Even zijn naam kwijt. Maar die zei ook van ja, er is helemaal geen diversiteit meer aan tafels. Ik snap wel dat aan die talkshow tafels dat mensen afhaken. Omdat ze zichzelf niet meer herkennen in het verhaal. Omdat het eenheidsworst is. Dus dat vond ik wel heel sterk dat het Parool daar een keer mee kwam. Dit is een artikeltje wat ik vandaag las. Daar wordt eigenlijk een beetje in geschetst van hoe je... Als spiritueel mens, bewust mens, kunt overleven in deze onrustige tijden. Een periode waarin de bevolking als gevolg van de coronacrisis in twee kampen verdeeld wordt. Een periode waarin ons gevraagd wordt om belangrijke levenskeuzes te maken. Hè. Online gaan we naast op zoek naar antwoorden en informatie om onze keuze op te baseren. Om vervolgens te stuiten op een zee van fake news en desinformatie. Hoe overleven we de coronacrisis in tijden van mind manipulatie en fake news? Daar kom je toch uiteindelijk bij het stukje dat je bij jezelf moet blijven. Want wat hier wordt gezegd, de coronapandemie was het start zijn van een onrustige periode. Een periode waarvan het einde nog altijd niet in zicht is. De minpunten in onze samenleving worden pijnlijk blootgelegd. De pandemie betekende een reorganisatie van het leven voor veel mensen. Elk aspect van ons leven, van huisvesting tot onze carrière, ging op de schop. Het is niet meer dan logisch dat we massaal met z'n allen op zoek gingen naar een nieuwe houvast in ons leven. En de grond werd onder onze voeten weggeslagen en we bleven achter in een onzeker bestaan. Dit is ook weer een stukje van Helena Blavatsky. Ken je die? Nee. Nee? Oké, nou daar kom ik dan zo wel op. Ik ga even kijken waar ik nou verder ga met het verhaal, want dat is een heel, heel lang stuk. Als mensen willen we de gebeurtenissen en situaties om ons heen vatten en doorgronden. Online gingen we op zoek naar lotgenoten en oplossingen, maar bovenal zochten we naar antwoorden. Het internet is een bron van informatie, maar helaas ook van desinformatie en fake news. Hetgeen dat voorheen altijd betrouwbaar leek, kan nu als een kaartenhuis instorten. Een evolutie die ervoor zorgt dat bijna alles in twijfel kan worden getrokken. Een ideale voedingsbodem om het denken bij een massa mensen over te nemen. Het gevaar daarin is dat de kans reëel is dat je gedachtegoed gaat aanhangen dat niet het jouw is. Een ideologie die je gewoon hebt aangenomen omdat je geen andere mogelijkheid zag.
Nou, dan hebben we dus hier een uitspraak van Helena Blavatsky. Only a wide knowledge of real psychic and spiritual nature of man can save humanity from grave dangers. En dan gaan ze verder over het kaf van het koren scheiden. In dit technologische tijdperk zijn we voortdurend onderhevig aan een constante stroom van informatie waarvan een deel met kwade opzet de wereld in wordt gestuurd. En nou, dan gaat zij verder op het feit van hypnose en suggestie zijn gevaarlijke krachten die niet onderschat mogen worden. Het slachtoffer weet namelijk niet wanneer hij of zij eraan onderworpen wordt. Volgens occultist, medium en auteur Helena Blavatsky is universeel broederschap de enige waarborg om hier niet aan ten prooi te vallen. Doordat we zo afgesneden zijn met onze eigen natuur, is het soms moeilijk om in deze verwarrende tijden te herkennen welke informatie betrouwbaar is en welke niet. In het technologische tijdperk zijn we voortdurend onderhevig aan een constante stroom van informatie waarvan een deel met elkaar opzet de wereld ingestuurd wordt. Oh, dat hadden we net al gezegd. Dan gaan we verder met zelfonderzoek. Zelf op onderzoek uitgaan is een optie om onafhankelijk te kunnen blijven denken. Maar ook daar mogen we niet direct de gevonden informatie geloven. Een foto of video kan gemakkelijk gemanipuleerd worden en aangevuld worden naar gelang elke boodschap. Geloof dus niet zomaar klakloos wat je leest of online ziet. Ja, dat kennen we natuurlijk. Hè? Uiteindelijk komt het erop neer dat je dus een kritische geest moet blijven houden. Richt je aandacht daarom op gemeenschappelijke factoren en op hetgeen dat mensen samenhoudt in turbulente crisistijden. Probeer diep begrip op te brengen voor je medemens. Dit zorgt voor rust en een basis waarop je kan verder bouwen. Laat je niet verdelen. We onderschatten nog altijd de kracht die zelfbestuur heeft. Deze macht hebben we grotendeels uit handen gegeven. Het is nodig om de instrumenten en het proces te ontmaskeren die betrokken zijn bij de egocentrische magie van de massa geestbeheersing, aldus Blavatsky. En ja, tot slot, deze tijden leggen heel het systeem bloot. Nou, dat is natuurlijk wel een feit. Ja, het is gewoon een zaak dat je dicht bij elkaar, of dat je dicht bij jezelf blijft, maar ook dat je begrip moet houden voor je medewensen. Dat vind ik nog wel eens lastig. Het is gewoon niet dat ik een hekel krijg aan mensen, of dat je denkt van, oh, wat erg, maar het is, ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Marleen, maar het is soms, dan merk je gewoon zo'n grote kloof tussen jou en je omgeving, dat je denkt van, hoe gaan we die nog dichten, weet je wel? Hoe kan het zo zijn dat we binnen een jaar gewoon zo'n ander wereldbeeld hebben gekregen? Misschien was dat ook al zo, maar het is zo ver uit elkaar gekomen dat ik denk van, ik weet soms niet meer hoe ik het nog moet overbruggen met woorden. Maar waarom zou dat moeten ook? Waarom moet die kloof gedicht worden weer? Nou, ja, het moet niet, denk ik. Alleen je hebt natuurlijk wel bepaalde sociale structuren waar je wel onderdeel van bent. Ja, jawel. Nou ja, het hangt er een beetje vanaf hoe die splitsing, zeg maar, gebeurt. Met wat voor intentie of wat daarachter zit. Ik denk, als die splitsing gebeurt omdat je geen begrip hebt voor de ander, voor andermans standpunt, dan is het een soort negatieve splitsing. Maar als die ontstaat vanuit een soort, ik kies nou voor mezelf of voor mijn eigen weg en voor, follow your highest excitement. Dus dan ga je een bepaald pad op. En sommige mensen die zitten op een heel ander pad en spoor. En die vallen dan een beetje weg. En dan heb je ook een soort splitsing. Maar dat is meer een soort, ja, zoals het natuurlijk gaat. Dus je hebt gewoon twee verschillende soorten splitsingen daarin. En het is ook niet zo, als je begrip hebt voor de ander, is het ook niet zo dat je daar dan mee om moet gaan of zo. Of erbij moet houden. Of... Ja. Ja, nou ja, ik merk dat je soms ook gewoon, omdat je gewoon met hele andere onderwerpen bezig bent, dat je gewoon elkaar niet veel meer te vertellen hebt. Het zijn vaak dan van die futiliteiten die overblijven, hè, van het weer en het werk en dat soort dingen. Ja, oké. En toen? Ken je dat of is het voor jou helemaal niet van toepassing? Nou, dat is de small talk cultuur.
En dat is een beetje, ja, dat, ja. Ja, ik weet niet, ja, ik ben er heel slecht in small talk. Maar het is wel een beetje de lijm die alles bij elkaar houdt. En ik weet niet of dat per se iets Nederlands of iets Westers is per se, maar ja, dat is wel een beetje oppervlakkig natuurlijk. Dus je kan zeggen, ja, dat moeten we houden, want zo houden we iedereen bij elkaar. Dat is de lijm. Maar je kan ook zeggen, ja, we worden steeds authentieker. We gaan steeds meer vanuit onze eigen intuïtie en waarheid gaan we leven. En dan valt dat smalltalk weg. Want het is totaal niet meer interessant. Nee, dat merk ik ook wel. Dat is, ja. En dat is niet omdat je dan jezelf verheven voelt boven een ander of zo. Maar het is meer van, ja, oké, wat moet ik hier nog mee? Weet je wel, ik vind het wel lastig hoor. Ja, niks. Dan zit je stilzwijgend naast iemand. Dat, heb ik dus, dat merk ik dus nu gewoon. Ik vind, ja, oké, maar ik heb niks te vertellen. En je merkt gewoon, als je wat vertelt, dan kijken ze je aan van, ja, geen idee waar jij mee bezig bent, maar leuk voor je dat je dat doet. Of ze hebben er nooit van gehoord, of ze snappen het niet. Het is niet erg, maar dan merk je gewoon, het komt niet aan. Maar waarom zit jij dan nog naast die mensen? Nou ja, omdat je gewoon... Wat is jouw motivatie dan om daar toch dan naast te blijven zitten? Nou, je zit natuurlijk wel in een bepaalde sociale structuur. Hè? Ik bedoel, ik heb een relatie. En daar zit ook een netwerk omheen. En denk aan familie en vrienden. Dus om dan zomaar te zeggen van aju paraplu. Ja. Kijk, als het vage kennissen zijn of mensen waar je toch al zoiets van, nou ja, laat maar. Maar als het niet zo is, je kunt dan niet zomaar zeggen van ik kom niet meer. Waarom niet? Waarom kan je dat niet zo zeggen dan? Nou, dat ja, het is best wel... Zet het even in de chat, ook mensen die nou kijken. Zet het even in de chat, waarom dat wel en waarom dat niet zou kunnen. Dat is misschien wel... Ja, ik kan nu heel veel woorden gaan uitkramen. Ik ben asociaal of misschien onbeleefd of... Kijk, als je uitgenodigd wordt, het is niet zo netjes om dan te zeggen van ik kom niet meer, maar kijk, ik vind het voor vrienden en kennis vind ik anders. Maar familie vind ik toch wel, ja, het is toch wel iets wat voor veel mensen belangrijk is. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die met hun familie zijn gebroken. Die zijn er ook. En alles ertussenin. Ja. Ja, ik ben daar niet op uit om te breken met familie. Wat je wel ziet, je ziet wel dat iedereen met hele andere dingen bezig is. En dan, dat kan natuurlijk heel interessante gesprekken worden, maar ja, ik zie dat niet gebeuren. Het is, ja. Maar goed, ik loop daar wel eens tegenaan en denk van ja, en observeer dat en denk van nou, is dit nou de bedoeling? Nee, maar ik denk dat heel veel mensen hiermee zitten. Want die zitten in een familie of in een netwerk waar ze eigenlijk wel uit zouden willen. Want je hebt elkaar niks te vertellen. En het gaat inderdaad alleen maar over het weer. En wat er op televisie was en zo. Maar die, ja, dan is die stap nog steeds te groot om te zeggen van, nou ja, hier heb ik geen zin in. Hier beleef ik ook helemaal geen plezier aan. Waarom doe ik dit in hemelsnaam? Waarom ga ik hier maar steeds naartoe? Dus dat is wel een issue. Ja, we hebben een reactie van Ilse van der Putten. Het kaf wordt van het koor gescheiden. Uniek ja. In deze tijd. Dit is nieuw. Het oude werkt niet meer. Dus dat klopt.
Ja, nee, helemaal eens. Helemaal eens. Ja. Ja, hoe gaan we hier nou verder? Nou, we hadden het over begrip. Dus, Ik weet het weer. Want wat ik ook merk is dat sommige onderwerpen gewoon zo beladen zijn dat, dat ze niet meer bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Het is gewoon van. Je merkt gewoon zo duidelijk van dat de ander daar heel anders naar kijkt. En ik denk van ja, een discussie heeft sowieso geen zin meer. Al die argumenten die komen niet aan. Of mensen hebben hun keus gemaakt, inderdaad. Het kaf is van het koren gescheiden, inderdaad. Maar dat is wel raar dat het juist door die crisis dan zo uitvergroot wordt. En dat het dan, ja, als het ware. Geen tussenweg meer is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Hoe voelt dat? Ik denk dat het toch met authenticiteit te maken heeft. Dat heel veel mensen die gaan voor hun eigen gaan voor authentiek zijn. Die kiezen daarvoor. Dus dat is geen tegeltjeswijsheid of zo. Dat je zegt van follow your highest excitement. Dat is echt zo. Dat is op elk moment. Sta ik op of blijf ik zitten? Ga ik daar naartoe of juist niet naartoe? Wat voel ik? Waar krijg ik de meeste energie van? En als je dat maar steeds blijft doen op elk keuzemoment. Dan zie je wel wat de consequenties daarvan zijn. Maar je bent wel authentiek. En je aanvaardt die consequenties allemaal. Ja. Nee, dat is ook zo, weet je. Dus kijk, ik heb natuurlijk al jaren geleden, misschien wel 10 jaar geleden was dat, denk ik, dat ik gewoon geen verjaardag meer vier. Ik ga niet meer mijn eigen verjaardag vieren. Dat doe ik niet. Ik ga nog wel naar familie toe. Dat vinden ze fijn. Maar ik ga niet naar kennis. Als mensen mij leren kennen en zeggen, oh Niels, ik ben jaren binnenkort, dan zeggen, nee, ik kom niet, ik ga niet, vind ik niks. Kijk ze vaak een beetje raar. Dus mensen die mij leren kennen en die nieuw zijn, bij deze, ik kom niet. maar goed, ja, ik doe het dan, bij familie doe ik dat toch van, ja, echt, dus de dichtbijzijnde familie, hè, oma's die je nog hebt en zo, daar ga je nog even heen. Maar de rest heb ik zoiets van, ja jongens, alsjeblieft zeg. Maar dat geldt dan voor al dat soort nummertjes. Van, je merkt gewoon, je zit dan bij elkaar, omdat dus 1 of 2 mensen die hebben dat dan georganiseerd en die vinden dat dan leuk. En dan zit je gewoon 5 uur lang tegenover elkaar met mensen die je eigenlijk nooit spreekt. Je belt ze nooit op, ze bellen jou nooit op. En dan 2 keer in het jaar, dan is het zover. En dan denk ik van ja, en dan wordt het inderdaad zo'n riedeltje. Maar goed, misschien blijven we een beetje te lang hangen, maar het is wel het onderwerp van de afgelopen 1,5 jaar, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, nee, en dat, zeker. En dat vind ik jammer, dat gewoon niet besproken wordt. Ik bedoel, dat zou dus bij al die talkshowtafels een keer besproken moeten worden. Hè? Dat is het gesprek van de dag. Maar dat, ik mis dat gewoon. Ik vind het jammer. Nu val jij ook in de val. Hoezo? Nou, omdat je zegt, waarom moet dat op die talkshowtafels? Dat is toch helemaal niet relevant, die programma's? Waarom moet die daar aandacht aan besteden dan? Omdat dat als zij een beeld willen schetsen van wat er nu gebeurt, als zij denken dat het hun taak is, dan mogen ze dat wel eens gaan behandelen. Ja, maar dat is de val. Dat is de valkuil. Want zij hebben een soort missie, zou je kunnen zeggen, publieke omroep en zo. En dan ga jij als buitenstaander, ga jij hen aan hun eigen missie proberen te houden. Dat is eigenlijk heel raar. Je gaat ook niet naar de supermarkt en zegt van, ja, dit staat in jullie in jullie policy en ik kom jullie even controleren dat jullie dat wel goed doen. En we doen dat bij de televisie wel, omdat we, die zetten we op een soort voetstuk van, oh, de televisie, oh, het hoofdpodium, de talkshow op de Nederland 1, oh, en ja, die moeten toch wel dit en dit en dit en dit. Nee, vergeet het nou. Die televisie is totaal niet relevant meer. Daar kijken alleen nog maar 60-plussers naar. Met een half oog. En, Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Alleen, kijk, als ze
laten we zeggen dat het 20 jaar geleden was het wel anders. Dat is wel waar. Toen waren er meer groepen vertegenwoordigd. Mensen konden zich identificeren aan de mensen die aan tafel zaten. Dat is nu gewoon niet meer zo. Dat is gewoon minder. Het is gewoon eenheidsworst. Dus als je zegt dat je als publieke omroep die taak op je neemt, je wil daarin faciliteren, daar wordt zelfs belastinggeld naar toegestuurd elke maand, dan moet je dat ook doen. Dus daarom breng ik dat in. Ik bedoel, ik weet ook wel dat het niet gebeurt, maar en daarom zie je dus ook die alternatieven zoals wij zien ontstaan om dat wel te doen. En dan ook gewoon alles op tafel te leggen wat gewoon nodig is. Want het is ontzettend veel meer informatie verkrijgbaar dan alleen maar die paar zenders die je kunt hebben op tv. Maar goed, ja, dus nou ja. Maar jij vindt eigenlijk dat we gewoon ze moeten negeren helemaal? Ik kijk er helemaal niet naar, dus... Nee, ik ook niet. Maar ik vergeer ze al. Ja, kijk, ik doe het zelf wel, maar ik vind wel dat je... Kijk, dat is dus het contact wat je dan nog hebt met die mensen waar ik net op bedoel. Die kijken daar dus wel naar. Hè? Als je contact wil houden, dan... kijk, het is niet zo dat je moet kijken omdat zij er naar kijken, maar het is af en toe wel handig om een beetje te weten waar het over gaat, want dan kun je zien waar zij met hun beleving zitten. Ja, volgens mij praat ik mezelf een beetje vast, of niet? We hebben een chat van de geheimzinnige V. Dat vind ik een mooie naam. V, alleen okay. Letter V. Ja. Verplichte nummertjes met gesprekken die het niet waard zijn om te voeren. Ik denk dat het op de talkshowtjes slaat. Ilse zegt, je hoeft er niet mee om te gaan. Wegen scheiden nu. Het wordt uitvergroot. Je geeft zelf alle antwoorden. Je kiest niet tegen iets. Je kiest voor de nieuwe energie. Mooi. Ja, maar, zeker. Ja. Oké, maar wat zou dan het advies zijn van de luisteraars of de kijkers? Want want ik vind het wel lastig wat je nu doet. Want ik wil niet per se... voor mij hoeft die grove scheiding niet met familie. Dat hoeft mij niet. Ik hou van ze. Ze hebben vaak een andere kijk, maar dat geeft niet. Maar ik word er wel... Ja, ik krijg niet veel energie van om steeds daarheen te gaan. Ik ben wel benieuwd hoe ze daarop reageren. Geef me maar advies, graag. Maar dat is nog steeds de vraag waarom je daarheen gaat als je er geen energie van krijgt. Wat zit daar dan onder? Nou ja... Ja, ik, je wilt toch... Ja, op een of andere manier in contact blijven. Ik bedoel, het is... Je hebt toch een geschiedenis met elkaar. Dus ja. Maar ja, dat merk je dan ook. Het gaat vaak over dingen die niet gebeurd zijn. het is ook wel confronterend hoor, jongens. Echt. We leggen Niels even op de slagbank vandaag. Ja, ik merk het. Ja. Kunnen we ook over een ander onderwerp gaan praten? Nou, ik ben tenminste eerlijk, weet je. Dat is, ik had het, laten we zeggen, 5 jaar geleden had ik die niet gedaan. Dan had ik dacht van ja, dat ga ik niet live doen. Dan kan iedereen het zien. Ja, ik denk nu denk ik ook van ja, het gebeurt toch wel. Maar waarom, weet je, wat heb ik nou nog? Waarom zou je dat nog steeds? Ja. Maar hoe is dat voor jou, Marlijn? Ik wil even de bal terugkaatsen. Hoe is dat voor mij? Ja, ik heb gemerkt, aan de ene kant gaat het vanzelf. Dus als je zegt van, nou, ik doe dat niet meer. Bijvoorbeeld naar een verjaardag gegaan en zo. Dan word je inderdaad niet meer uitgenodigd. Dus dat lost zichzelf dan gewoon op. Dan vallen gewoon mensen weg. Mensen komen weer af en toe terug en dan weer weg. En het helpt wel om een soort stellig te zijn en door inderdaad te zeggen van ik ga niet naar verjaardagen, ik ga niet naar bruiloften, ik ga niet naar begrafenissen, ik doe dat allemaal niet. Als je dat gewoon volhoudt, dan weet iedereen ook waar ze aan toe zijn. Als jij uitzonderingen gaat maken de hele tijd,
ja, ik kom soms wel en kom soms niet. En bij die wel en bij die niet. Ja, dan wordt het modderig. En dan sta je daar gewoon niet goed in. Weten mensen niet goed wat ze aan je hebben. Dus dat is wel... Je moet gewoon heel erg duidelijk een lijn trekken. Oké, dus je bent bij begrafenisscheiders ook niet meer heen? Nee. Ja, of het moet direct de familie zijn. Maar ik werkte ergens en daar overleed iemand. En collega's, die gingen naar zijn begrafenis, terwijl ze helemaal niks met die persoon hadden. Hadden altijd ruzie ook met die persoon. Maar die vonden toch, ja, ik moet toch wel naar de begrafenis. Ik weet dus niet waarom. Je kan daar enorm belang aan hechten. Naar een begrafenis gaan en om afscheid te nemen en zo. Terwijl ik denk altijd, degene van wie je afscheid wil nemen, is er niet. Dat is de enige die er nou juist niet is. Dus wat doe je daar? Een goede vriend of vriendin toch wel? Ik moet zeggen dat ik niet heel veel overlijdensgevallen heb gekend. Okay. Dat komt vanzelf. Dat komt uiteindelijk vanzelf wel, ja. Maar... Zullen we doorgaan met het volgende nieuwsbericht? Nou, ik wou nog één ding zeggen over dat begrip, want daar begon je over. Ja. Wat een goede tip is of zo qua begrip, want jij had het moeilijk met begrip voelen voor de ander. En ik test dat. Ik doe soms wel eens een soort test van... Want je voelt als je getriggerd wordt door iemand. Ja. Door je vijand, met een heel groot woord. Maar om het dan zo te bekijken, dat je toch begrip voor diegene kan hebben. En hoe doe je dat dan? Dat is ook heel vaak als je denkt van, we zijn allemaal familie eigenlijk van elkaar. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Dus als je iemand zo beschouwt alsof het familie is, dan verandert al heel snel je beeld van iemand. Maar je moet verder een beetje gaan bedenken hoe iemand dan in het leven staat. Als iemand heel erg tegen jou uit is gevallen of zo. Dat heeft eigenlijk niks met jou te maken. Dus iemand zit gewoon niet lekker in zijn vel, zit negatief in het leven, dat hij uitvalt. En daar kan hij in principe niet zo heel veel aan doen. Dat is mooi gezegd. Als je er zo over na gaat denken, dan komt dat begrip komt vanzelf eigenlijk. Ja. Het is niet, ja, niet maar dat moet je lukt, moet. Maar het is wel iets wat je kunt oefenen. Ja, zeker. Maar het is best wel een uitdaging. Want je kijkt dan best wel liefdevol vanuit een hoger bewustzijn naar dingen. En dat is natuurlijk ook heel knap. Alleen je raakt gaandeweg, als je ergens bent, toch vaak verstrikt in ditjes en datjes gesprekken. En dat is identificatie. Dat is 3D. Wat mij wel eens gebeurt. Dat is ook heel, volgens mij is dat best wel normaal, dat je dan even vergeet van, oh ja, ik vergeet. Je wordt wel eens meegesleurd in zo'n verhaal en dan wordt het heel snel oordelen. En dan is het moeilijk om dat boven te blijven hangen. Omdat je dan wordt eigenlijk gewoon heel subtiel, niet dat het bewust gebeurt, maar heel subtiel word je gedwongen om een links of rechts keuze te maken. Of goed of fout, weet je wel. En dan moet je, wat jouw kracht is, wat jij nu uitlegt, is dat je erboven blijft hangen. En dat je dat kunt zien van, ja, nee, maar daar gaat het dus niet om. Je moet er eigenlijk wel goed opletten, volgens mij. Steeds bij de les blijven van wat er nou eigenlijk gezegd wordt. Maar
Ja, dat is 4, 5 uur achter elkaar. is wel lang, vind ik hoor. Ja, nou ja, nog een manier om. En je kan iedereen als familie zien. Maar je kan ook iedereen zien als kind. Iedereen is eigenlijk nog een kind. En. Ja, ik moet er niet aan denken om dan 4, 5 uur ergens te zitten. Waar je. Ja. Waardoor je energie wordt weggezogen door de mensen die in de 3D blijven hangen. Is het niet een beetje raar om dat zo te zeggen? Er kunnen ook mensen naar kijken die denken van ja, wat is het voor iemand die denkt dat hij in 5D zit? Beetje verwaand. Nee, ik zit zeker niet in 5D. Maar het is een bepaalde oefening. Het is een met een andere bril op. Het is een ander perspectief. Het zijn gewoon manieren om te kijken hoe je daar dan mee om moet gaan. Want jij zit daar dan en dan word jij wordt ook getriggerd. Anders ga je niet mee in zo'n discussie en oordelen. En die trigger zit ook ergens in jou. En die volg je. En dan ga je daar heel snel in mee. In plaats van het te doorvoelen en bij jezelf te houden. En te denken van, hé, wat is dat in mij? Wat is die trigger? Waar komt die vandaan? Ja, want het heeft niks met die ander te maken. Ja, dus dat komt weer allemaal terug op bewustzijn, bewustwording. Die trigger, ik bedoel, dat heb ik dus al regelmatig, dat je dus voelt die trigger, nu ga ik wat zeggen. Maar dan, ik merk steeds vaker dat ik observeer, die trigger, en dat ik dan vervolgens niks meer doe. Want dan ga ik dus met nieuwe informatie, ga ik de strijd aan met de informatie die zij niet kennen. Dus het is alsof je... Ja, met een hele nieuwe theorie komt van de werkelijkheid of van een bepaalde gebeurtenis. Hè, dat kan natuurlijk politiek zijn, dat kan van alles zijn. En hoe je naar kijkt. En als je dat dan uitlegt, dan wordt het gelijk weggewoven. Dan wordt het gelijk, wat jij nu allemaal zegt, dat kan niet. Dat geloof ik niet. Dus daarom, ik voel die trigger daarvan om het uit te leggen. En denk van, nee, gelijk. Dus het is van, zal wel. Wordt het een beetje zo. En dan, dus wat je dan krijgt, is dat je die diepte niet meer aan wil gaan. Blijft het heel erg van. Een beetje bij jezelf, hè, bij het werken. En bij een beetje hoe je vakantie is en dat soort dingen. Omdat je denkt, van, ja, ik kan wel weer allemaal dingen gaan uitleggen. Dat heb ik trouwens heel vaak gedaan. Heel vaak. Maar het komt niet aan. Het komt gewoon niet aan. Nou, waarom zou ik dan nog mijn tijd en energie in steken? Dan zit ik gewoon bij. Ja. Dan zit je er gewoon bij. Ja. En ik werd er niet treurig van of zo. Of negatief. Maar ik zat gewoon, ja. Gewoon als al observerend zat ik erbij. En ik merkte wel dat op een gegeven moment mijn omgeving wel zei van, goh, waar ben je stil? Toen zei ik, ja, dat klopt. Maar je krijgt ook verder geen input. Het is gewoon van... op een gegeven moment merkte ik gewoon... er wordt ook niet meer niks meer naar mij gevraagd. Oké, dat is ook interessant opeens. Er wordt ook niks meer naar mij gevraagd. Ja. Maar ik ga niet meer... Ik ben wel nu op het stadium nu... dat ik niet meer krampachtig ga zoeken naar onderwerpen... of ga forceren. Dat doe ik niet meer. Dat doe ik echt niet. Maar het hangt ook vanaf hoe jij daar dan zit, hè? Want je kan er zitten van... ik voel het wel en... Ik kijk het vanaf een hoger perspectief, wat hier allemaal gebeurt en zo. Maar je kan ook in de energie zitten van, die mensen snappen er niks van. En wat zijn ze geïndoctrineerd. En dan ben je wel stil en doe je niet mee. Maar dan zit je wel ook weer in dat oordelen. Ja, klopt. Dat is, maar ik merk ook dat ik ga steeds zorgvuldiger mijn woorden kiezen ook. Dat doe ik ook, want... Sommige woorden zijn weer heel geladen met overtuigingen en aannames van een bepaald perspectief. En als je dat dan doet, dan worden ze misschien wel weer helemaal de verkeerde kant op
opgeleid. En het is ook gewoon niet meer uit te leggen op een gegeven moment, hè? Radiozender die met spiritualiteit, voor spiritualiteit? Oh, en waarom zou dat dan nodig zijn dan? Daar luistert toch niemand naar? Ja, dat klopt, daar luistert helemaal niemand naar. Zit er niemand op te wachten, daarom doe ik het ook. Ja, hebben ze dat... Ga het maar eens uitleggen. Hebben ze dat gezegd? Is dat een nee, maar dat is niet zo. Ik heb het niet eens genoemd. Ik zeg het niet eens. Okay. Ik zeg niet, nee, we hebben er helemaal geen zin. Ja, maar spiritualiteit is, zeg maar, dat wordt verstaan onder mensen die wierook in de huiskamer aanzetten en rare dansjes doen met lange gewaden. Dat is spiritualiteit, toch? Ja, ik vul hem even in, maar... Ja. Nee, dat is het clichébeeld. Ilse zegt, allemaal heel herkenbaar hoor, om uit hoofdverhalen te blijven, is het helpend om alles als een spiegel voor jezelf te zien. Het toebuigen naar jezelf maakt het werkbaar. Ja, dus dat is het idee dat alles wat in jou zit, wordt gespiegeld in de buitenwereld. Dus de buitenwereld is een soort interpretatie eigenlijk van je gevoelswereld. Als je je gevoelswereld verandert, dan verandert de buitenwereld ook. En andersom niet. Absoluut. Dus, ja. Oké, tot zover dit rondje. Ik ben wel benieuwd naar de graancirkels eigenlijk. We hebben er weer één. Kijk. Moet ik hem even erbij halen. Is het weer in Engeland? Volgens de NOS is dit inderdaad in Engeland. Oké. Ik zal even kijken... Dit is hem. Hij lijkt een beetje op die we vorige week hadden met een soort van pentagrammen, geloof ik. Of twee van die driehoeken in elkaar geschoven. Daar lijkt hij een beetje op. Wauw, wat een mooie man. Maar dit is wel een ingenieuze, ja. Ja, en die sterren, die hebben dus, of die aan de buitenkant, die sterren, zeg maar, die hebben wel een betekenis, hè? Is dat zo? Ja, volgens mij had Herbert het daarover de vorige keer. Als ik me niet vergis. Dat weet ik even niet. Wat hij over de ster. Sterren zei. Ja. Oké. We zien geen 11 dit keer. Of 11-11. Maar ja, dit schijnt dus een soort energieke... 5D-achtige code te zijn, dat als je ernaar kijkt, alleen al, dan word je stukje opgetild. Dus, ik merkte vooral dat gesprek met Herbert en ook bij Fases dat gesprek met Judith, dat ik in een andere energie kwam te zitten. Heel, heel erg in een soort flow en heel, heel liefdevol. En heb je dat ook ervaren toen? Wel die flow wel, maar jij voelt het echt in je lichaam ook, hè? Jij voelt het ook ergens op een bepaalde plek. Zo. Ja, dat heb ik niet. Ik heb nog steeds ik zit te erg in het scherm, zeg maar. Ik zit erg bij die persoon zelf. Dus ik ben me er in ieder geval niet bewust van dat het iets in mijn lichaam doet ook echt. Ja, ik kan dus gewoon merken dat ik op een gegeven moment dat ik mijn lichaam anders ga ervaren. Hè? Als ik gewoon met jou in gesprek ben nu, dan ben ik heel gefocust inderdaad op het scherm. En dan ben ik met de vraag en antwoord bezig. Maar als iemand gewoon mooi vertelt, dan kan ik dus daar een beetje bij weg verschuiven. Waarin ik in een andere staat kom. Een soort van een soort ontspanningsstaat. En waarbij je dus eigenlijk dat die identificatie wordt minder. Hoe moet ik het uitleggen? Alsof je even vanuit dit perspectief kijkt, achter je hoofd, in plaats van in je hoofd. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar je bent ook nog een soort van met een interview bezig. Dus hoe doe je dat dan?
Oh, maar dat gaat automatisch, dan switch ik gewoon weer terug. Het is niet de hele tijd, dat is het gewoon even zo en dan zo en dan ben ik weer terug. En grappig genoeg is als ik een vraag krijg of ik moet... ik heb toch het idee dat ik een vraag heb. Dat gaat vol automatisch gewoon door. Dus ik ben gewoon wel aanwezig hier. Achter en voor. Maar het gaat gewoon vanzelf. Ik bedoel, ik heb ook niet over deze tekst nagedacht vlak voordat ik iets ging zeggen. Dus het komt blijkbaar, stroomt het gewoon goed door. En ik was gewoon heel ontspannen. Ik bedoel, ik heb ook niet... Ik ben ook nooit zenuwachtig geweest de laatste tijd, hoor. Ik vind het gewoon leuk. En ben gewoon mezelf. Dat gaat steeds beter. ik heb er gewoon plezier in. Dus dat is voor mij het belangrijkste wat je moet doen. Wat is jezelf zijn? Want daar zijn ook de meningen over verdeeld. Dat helemaal niet kan. Of dat je dat altijd bent. Ik denk, je bent wel altijd jezelf, denk ik. Alleen je bent... door de omstandigheden ben je wel steeds een ander stukje van jezelf. Dat denk ik wel, dat je daar naadloos op aanstuurt. Want ik ben nu de Niels die mijn ouders kennen. Of ik ben nu de Niels die met Marlijn in gesprek is. Dat valt allemaal onder dezelfde Niels. Alleen het is allemaal net een ander stukje van de taart, zeg maar. Zo kijk ik er een beetje naar. Heb jij ook het gevoel dat jij meerdere persoonlijkheden bent? Jazeker. Ik denk dat iedereen het is. Iedereen heeft meerdere persoonlijkheden. Alhoewel, sommige mensen mindere mate, denk ik. Sommige mensen zijn meer één, maar anderen die zijn meer verdeeld. En hoe dat dan werkt, weet ik niet. Dat is een beetje mijn theorie, hoor. Ja, nee, die theorie die ken ik ook. Het heeft met fragmentatie te maken dat je bepaalde persoonlijkheden bent. Je bent niet één persoonlijkheid met één persona en één naam. Je bent meerdere. En af en toe komt er eens één naar boven die opeens het woord neemt. Ze zeggen dan, dat is een stukje van mij of zo. Ja, dat zit ook in mij. Maar je kan het ook zien als persoonlijkheid, aparte persoonlijkheid binnen jouw omhulsel. Het zijn verschillende maskers die je op kan zetten. Die wisselen gewoon volautomatisch door. Die kiezen gewoon hun moment uit wanneer ze nodig zijn. En daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Dat is eigenlijk wel een fantastisch systeem. Ja, ze doen gewoon een stoelendans en als het nodig is, dan springen ze erop. En je hoeft er niet bij na te denken. Dus dat is wel grappig. Maar het is... Ja, we zitten zo complex en ingenieus in elkaar, joh. Dus als je dit benadenkt. Dus het denken van ons is trouwens ook maar een zeer overgewaardeerd stukje. Want ons gevoel is veel groter. Dus we denken dat we alles kunnen bedenken en kunnen rationaliseren en overzien. Maar dat is natuurlijk onzin. We overzien eigenlijk maar een heel klein stukje van de werkelijkheid. 0,0005% kunnen we zien met onze hersenen. Dus niet met onze ogen, hè, met onze hersenen. Dus. Okay. Wat hebben we verder nog? Dat is wel een leuk bruggetje. Bedenk ik me nou opeens. Zien. Ik heb een leuk artikeltje gevonden van Nieuwe Tijdskind, is het volgens mij. Dat heeft de titel Waarom we alleen 's nachts geesten zien. Heb jij ook wel ervaring? Soortgelijk. Soort van. Ja. Daar hebben ze wel een leuke verklaring voor. En ik snap hem wel. Ben je ooit midden in de nacht wakker geworden en zag je toen vreemde bewegende schaduwen? Of ben je wel eens 's nachts alleen in een huis geweest en zag je iets vanuit je ooghoek bewegen? Paranormale activiteit gebeurt zowel overdag als 's nachts. Alleen zien we het niet voor het nacht is. En dan wordt gezegd, iedereen heeft paranormale gaven. De nauwkeurigheid van onze visie om het paranormale te zien varieert van mens tot mens. Maar iedereen heeft de gave om wezens van de andere kant te kunnen zien en met ze te communiceren. Dit is een onderdeel van ons zesde zintuig. Dat wisten we inmiddels. Dan wordt er gezegd, na met honderden cliënten aan hun intuïtieve ontwikkeling te hebben gewerkt, heb ik toch niemand gezien die niet in staat was na voldoende oefening af te stemmen op zijn intuïtie. Zesde zintuig. Sommige mensen kunnen wezens van de andere kant duidelijker zien, omdat er bij hun minder dingen zijn die het zicht belemmeren.
dingen die je kunt afhouden van het echt zien van iets paranormaals zijn bijvoorbeeld overtuigingen, sterke emoties als angst of fobieën, negatieve ervaringen in het verleden, etc. Vaak hebben kinderen een open geest en zijn ze vrij van vooroordelen over wezens aan de andere kant. Tenzij ze veel horrorfilms kijken. Deze open ontspannen staat maakt dat zij duidelijker paranormale activiteit kunnen zien. Dus ik denk ook dat het inderdaad met veel met overtuigingen te maken heeft. En er wordt natuurlijk ook gehint op de meditatie. Als jij in meditatiestand komt, dan veranderen je hersengolven. Waardoor het in een andere staat komt. En meer open bent voor meerdere dimensies. Daar komt er gewoon op neer. Dus dat is hartstikke interessant. En zal ik nog eens verder kijken wat er nog meer bij stond. Dan wordt er gezegd van wat is dan eigenlijk echte paranormale activiteit? Een geoefende paragnost of medium zal het verschil weten tussen welke visioenen uit onze verbeelding komen en welke afkomstig zijn uit onze geest. Dat zijn onze hersenen. Eén belangrijk verschil is dat visioenen die uit je verbeelding of ego afkomstig zijn, altijd hun oorsprong vinden in angst. Bijvoorbeeld, we kunnen ons voorstellen dat iets boven ons zweeft als we slapen en dat het ons kwaad wil doen. Of we voelen dat iets ons naar boven volgt vanuit de kelder en we moeten de drang om ervan weg te rennen bedwingen. Deze gevoelens vinden hun oorsprong in angst en zijn daardoor het product van onze verbeelding. Belangrijk detail, angst. En angst heeft natuurlijk heel veel invloed de laatste tijd. En als je daar doorheen durft te gaan, ik heb het ook al meerdere malen in de vorige uitzendingen misschien wel gezegd, maar als je die angst durft te omarmen, dan merk je dus dat een hele open veld bereikt wordt. En ja, dat angst ook maar eigenlijk een illusie is. Ik kom niet bij mijn woorden vandaag, zeg. Jongen. Hoe zie jij dat, Marijn? Ja, ze zeggen depressie is, zeg maar, dat komt voort uit dat je te veel in het verleden hangt. En angst of anxiety, dat komt voort uit dat je te veel in de toekomst zit. Dat je je druk maakt om wat er in de toekomst allemaal zou kunnen gebeuren. Dat is angst. Ja. Als je gewoon in het nu zit, dan heeft dat geen vat op je. Want dan maakt het helemaal niet uit wat er in de toekomst gebeurt. We hebben natuurlijk allemaal een idee van, ik ben nu 40, dus dan moet ik nog, toch wel 40, 50 jaar leven. Dat moet ik allemaal, zeg maar, volhouden. En dat wil ik allemaal nog bereiken. Dus we hebben het al helemaal uitgedacht. Dat we dan, toch wel minimaal 90 jaar moeten worden. Want dan is het leven pas geslaagd. Dus dan... En dan als je dat vastlegt, dan heb je ook iets te verliezen. Dus dan ben je dan ben je heel erg bang om dan in het nu allemaal dingen mee te maken. Of gewoon maar te doen. Omdat het een gevaar zou kunnen zijn voor dat ideaalbeeld dat je hebt. Dus daar komt denk ik die angst dan vandaan. Ik maak hem nog even af. Dat is het laatste stukje van dit artikel. Als je je oordeel kunt opschorten en kunt bepalen of jouw beeld of gevoel voortkwam uit angst, dan kun je accepteren of je iets paranormaals hebt gezien. Dit is de sleutel tot het openen van je paranormale zicht. Maar als je niet geïnteresseerd bent in het openen van het paranormale centrum in je hersenen, dan kun je altijd de schaduwen van je wegduwen en de kat de schuld geven van de vreemde geluiden om je heen. Nou, dat is wel grappig, hè? Ja, achteraf gezien toen ik kind was, toen merkte ik ook al vaak dat de energieën om me heen waren, vooral in bed. S'nachts dan lag je te slapen of je wilde slapen. En dan vlak voordat ik in slaap viel, merkte ik gewoon dat er dingetjes op me gingen zitten of dat er iets, een energiegolf onder mijn voeten doorging of zoiets, weet je wel. En toen dacht ik, dat is gewoon... Je ging dat als kind gewoon een beetje verdoezelen. En dat was niks. Dat is gewoon iets. Niet aan denken. Gewoon gelijk gaan slapen. Maar ik was me dus toen al best wel bewust van dat er meerdere dingen gaande waren. Alleen je keek er gewoon niet naar. Het was gewoon je cognitieve dissonantie, noemen ze dat toch wel eens. Ja.
Ja, is dat hier ook van op toepassing? Weet ik niet. Ik had op school, op de basisschool, hebben heel even een soort clubje gehad met vrienden. Waarin we elke dag aan elkaar gingen vertellen wat we hadden gezien qua spoken en dat soort dingen. Oh, cool. En daar zijn we ook wel vrij snel weer mee opgehouden, omdat niemand iets zag. Ah. Ja. Dus ik heb twee dingen wel gezien, waarvan ik achteraf denk, oh, maar dat heb ik ook in een tekenfilm gezien. Dus dat ik zag een soort een gehoornde skeletachtig figuur in een ruit. Toen ik daar langs liep, toen dacht ik, oh, maar dat komt uit die film. Dat komt uit die film. Ik weet niet, en wij waren vrij jong. Ik denk 7, 8 jaar of zo. Nou, maar dat is wel stoer als je dan al over begint. Dat is toch wel grappig. Ja, maar ja, daar kwam dus niet zoveel uit. Er kwam niet zoveel uit. Ja. Ja. Ja, ik merk wel, kijk, dat die lichten, ik zie vaak wel lichten voor ik ga slapen. Of energielichten, witte lichten. En ik merk ook, als je dus te veel in je hoofd zit, met overpeinzingen, die heb ik de laatste tijd wel veel, over wat ga ik nou doen, hoe ga ik het aanpakken, wat heb ik daarvoor nodig, et cetera. Iedereen kent het wel. Dat het dan minder wordt, dus dan wordt het gewoon weer donker. Alsof je eventjes al die lichtfrequenties hebt uitgezet. Van nou, dat is nu even niet handig, doen we de volgende keer alweer. Zoiets. Ja, ik heb als ik mijn podcast opneem, bij sommige onderwerpen zitten er heel veel orbs in de video. Ja, ik heb ze gezien, ja. Ja. En bij andere onderwerpen helemaal niet. Dan zijn ze er niet. Ja, ja. Dit is een artikel van Daniel Derweduwen. De genezende kracht van de zon. Hadden we het net ook over. Mijn huid en lichaam hebben veel zonlicht nodig om gezond te zijn. Rechtstreekse zonlicht stimuleert de productie van solitrol, een hormoon dat vele systemen in het lichaam activeert, waaronder het ontgiften. En laten we eerlijk zijn, zonlicht maakt je toch vrolijk en geeft je de kracht om je biologische schokken en trauma's op te lossen. Scheidingsconflicten zijn een grote oorzaak van huidkanker en melanomen. Scheidingsconflicten zijn een grote oorzaak van huidkanker en melanomen. Ik bedoel, hij gooit het er zomaar even in. Ja. Maar ook bij zonnebaden geldt de regel, alles met mate. Van 's morgens tot 's avonds in de volle zon op het strand leidt sowieso tot huidbeschadiging. Het is zo belangrijk om naar de signalen van je lichaam te luisteren. Als je de zon voelt prikken op de huid, dat is het moment dat je lichaam jou aangeeft dat het genoeg zon heeft gehad. Luister je daarnaar kies je ervoor om zonnebrandmiddelen te gebruiken om deze signalen te onderdrukken? Of kies je de schaduw op te zoeken of beschermende kledij aan te trekken? Ik doe steeds het laatste. Als we het voorbeeld nemen van een boer die zich onbewust blootstelt aan overmatige zonnestraling en de vakantieganger op het strand die zich volsmeert met zonnebrandmiddelen. Beide kunnen in dezelfde mate een overdosis zonnestraling krijgen. Doch zal de onbewuste boer er veel beter uitkomen dan de vakantieganger, omdat zijn lichaam de tijd heeft gekregen om zich aan te passen aan de toenemende kracht van zonnestraling, terwijl de dagen lengen en evolueren naar de langste dag als de zomer begint. Zijn huid kan donkerbruin kleuren en dat is een natuurlijke bescherming. Maar een vakantieganger die lange periodes tijdens het jaar zelfs binnenshuis of op kantoor werkt en vervolgens tijdens het verlof zich overgeeft aan de zon als de dagen lang zijn met een hoge UV-index, ja, je weet het wel, het risico op huidbeschadiging neemt dan enorm toe. Dat komt omdat de vakantieganger zijn fysiologie
in de war brengt. Zijn lichaam krijgt niet de kans om normaal te functioneren en zich aan te passen zoals het normaal gesproken zou doen. Hij schept daardoor een onnatuurlijke situatie door zonnebrandmiddelen te gebruiken die zijn lichaam niet zelf heeft aangemaakt en ook niet herkent. We worden allemaal geboren met een natuurlijke zonnefilter in de vorm van het pigment melanine. Elke bemoeienis hiermee, door het gebruik van kunstmatige zonnebrandmiddelen, gooit het natuurlijk mechanisme van het lichaam in de war om te gaan met een te grote zonnestraling. Deze onderdrukking geeft het lichaam de verkeerde signalen, die het vervolgens niet begrijpt en waar het vervolgens verkeerd op reageert. Onze voorouders gebruikten nooit zonnebrandmiddelen. Ik wil proberen duidelijk te stellen dat het nog de zon, nog de aarde is die verantwoordelijk gesteld mag worden voor het optreden van huidkanker. Het zijn de veranderingen in de levensstijl van de mens en zijn voorliefde voor kunstmatige substituten die hem in feite afhouden van een normaal, natuurlijk en gezond leven. Het toont juist aan dat ultraviolet licht geen kanker veroorzaakt. Sterker, het ultraviolet kan kanker juist voorkomen. Het menselijk lichaam beschikt over een uniek vermogen om te wennen aan allerlei veranderingen in de omgeving. Al eens afgevraagd hoe het komt dat donkergekleurde mensen in hun thuisland bijna nooit huidkanker krijgen, en als ze naar de gematigde streken verhuizen, lopen ze wel huidkanker op. En dan zelfs nog eens op plaatsen die nooit door de zon worden beschenen. Wat? Dat is bizar. Het lijkt wel dat een tekort aan zonlicht de kans op kanker vergroot. En dat gegeven is de waarheid. De mens is gemaakt om in de zon te lopen. De zon en de natuurlijke evolutie hebben ervoor gezorgd dat alle leven zich heeft kunnen ontwikkelen en hun voortbestaan te garanderen. Plots is de zon dodelijk geworden voor de mens. Want dieren en planten schijnen er geen last van te hebben. De medische wereld zegt dat er gevaarlijke veranderingen zijn in onze atmosfeer, namelijk het gat in de ozonlaag. Daardoor komt er teveel kiemdodende ultraviolette straling op het aardoppervlak terecht. Men besluit dan dat dit de oorzaak is van de toename aantasting van huidkanker en problemen met de ogen. Ik weet niet wat dit woord is. Chien? Is dat Chien? Chien, is dat een Vlaamse uitdrukking? Er is geen bewijs dat de afname van de hoeveelheid ozon tijdens de Arctische lente in oktober, dit is een jaarlijks fenomeen, heeft geleid tot toename van de melanomen. Het meest kiemdodende UV-licht wordt eigenlijk in de stratosfeer geabsorbeerd. Een zeer klein deel ervan slaagt erin om het aardoppervlak te bereiken. Dat is voldoende om de lucht die we inademen en het water dat we drinken te zuiveren. En het gat in de ozonlaag op de Zuidpool heeft geen invloed op andere gebieden. Rond de evenaar bereikt het zonlicht het aardoppervlak onder een bijna loodrechte hoek. We merken op hoe het zonlicht een steeds schuinere hoek aanneemt naarmate we ons van de evenaar verwijderen richting de polen. Dit wordt veroorzaakt door de bolvorm van de aarde, die blijkbaar bol is. Een ander feit is dat de afbraak van de ozon niet als oorzaak gesteld kan worden van huidkanker. Ozon laat ongehinderd alle ultraviolette A-straling door, alsof het niet bestaat. Dus huidkanker als gevolg van een overdosis ultraviolette A-straling heeft niets met ozon te maken. De ozonlaag kan dus niet daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. En boven de evenaar blijft de ozonlaag dik genoeg. Trouwens, hoe lang is het geleden dat je nog iets hebt gehoord over de ozonlaag? Een ander feit is dat stijging in hoogte eveneens een toename betekent van ultraviolette straling. Volgens de huidige theorie zou iedereen in Tibet, Tanzania, Oeganda, Ecuador of Zwitserland te maken moeten krijgen met huidkanker. Maar dat is helemaal niet het geval. Vertrouw op je lichaam en genees jezelf. Aldus Daniel der Weduwen. Ik moest zo lachen net.
Ja, je zei van, hoe lang is het geleden dat ze het hadden over de ozonlaag? Dat is ook jaren geleden zo'n hot item, hè? Weet je nog, in de jaren 80, hè? Zure regen, weet je nog? Ja, zure regen, dat was echt een ding. En toen kwamen ze ook nog met zure wind op een gegeven moment. Dat was ook even een heel kort tijdje, dat zure wind. Dat was het helemaal qua. Het volgende nachtmerrie scenario. Ja, gat in de ozonlaag. Ja, nooit meer iets van gehoord. Nee, nu is het allemaal climate change. Dat is de nieuwe rebranding. Daar zetten ze lekker volop in. Dus ik denk dat we daar ook nog veel over gaan horen de komende jaren. Maar goed, dat is zomaar een idee hoor. Dus, misschien dat het helemaal niet waar is. Maar goed, dat is een voorspellingje. Neem dit ook even op, mijn voorspellingen. Want jouw voorspellingen komen ook altijd uit. Maar neem je dit ook even op? Ja, dit wordt opgenomen. Ja, precies. Nee, dan kunnen we dat nog even terug krijgen. We hebben zo rond 13:30 hebben we een gast. Dat is Mike Verest van Leefbewust.nu. Dat is wel interessant om te vertellen. Hij heeft ook een wekelijkse nieuwsbrief met allerlei tips en informatie over gezond blijven, gezond zijn. Want dat is zijn missie. Zijn missie is met zijn platform Nederland het gezondste land ter wereld te maken. Dus daar kunnen we wel even op doorvragen zometeen van hoe staat het eigenlijk mee met onze gezondheid? Ik ben heel benieuwd. Over gezondheid gesproken. Naarmate jij natuurlijk wat bewuster bent geworden de afgelopen jaren. Welke aanpassingen heb je allemaal gedaan om wat gezonder te leven? Ik denk dat je er wel een hele waslijst inmiddels hebt van dingen die je hebt gelaten. Dingen waar je mee bent gestopt. Ik ben bijvoorbeeld deze maand, ik heb nog geen alcohol gedronken deze maand. Ik ga de hele augustusmaand geen alcohol drinken. Mijn vriendin doet ook mee. En ik merk al zoveel verschil. Ik merk nu al binnen 2 weken verschil. Ik merk gewoon, ik ben veel scherper. Ik ben veel beter bij de les. Ik ben eigenlijk tot 10, 11 uur 's avonds ben ik nog hartstikke wakker. En scherp, dus misschien moet ik gewoon meer 's avonds gaan doen. Dus ik was aan te denken, waarom ga ik niet gewoon s'avonds om 11 uur nog een artikeltje schrijven of iets anders, ideeën opschrijven. Ik merk gewoon een bepaalde alertheid die sterker is. En ik merk ook gewoon, dat wist ik al, maar het wordt weer bevestigd. Ik heb niet iets nodig om plezier te hebben of om een leuk gesprek te hebben. Dat is bullshit. Dus maar goed, we zijn maar 2 weken onderweg. Ik heb nog 2 weken te gaan. En Dan begint het weer. Nee. Dus ik ga er wel iets anders mee om, hoor. Kijk, vroeger heb ik wel wat gedronken. Toen ik wat jonger was, ging je uit en zo. Dat doe ik nu inmiddels niet zo heel vaak meer. Of eigenlijk bijna nooit meer. Die waslijst wordt bij mij ook best wel lang. Bijvoorbeeld een ander soort tandpasta kopen. Meer water drinken. Andere shampoo, andere deodorant ben ik ook mee begonnen. Letten op je telefoongebruik. Letten op waar je energie in steekt. Let op je voeding. Niet te veel vettigheid, niet te veel slecht voedsel. Geen fastfood meer, geen cola meer. Dat soort dingetjes. Die lijst is nog veel langer. Maar welke van die lijst, want jij hebt ook wel zo'n lijst volgens mij, welke is bij jou het meest in het oog gesprongen? Dat je denkt van daar heb ik echt wel flinke veranderingen mee doorgemaakt. Iets wat ik nog wel doe, waarvan ik denk, dat kan ik beter niet meer doen, maar dat is wel jammer als ik dat niet meer doe. Ik lees altijd voor het slapen gaan. En ik doe dat op mijn telefoon. Dus ik heb van die e-books. Maar dat is wel licht. Dat is dat blauwe telefoonlicht. Wat helemaal niet goed voor je is. En ik merk ook, als ik dus niet lees, slaap ik veel beter. Dus dat is wel iets wat ik denk ik binnenkort ook uit ga gooien. Dus dan. Ik weet nog niet precies hoe, want het is wel een fijne tijd om te lezen. Maar, ik heb ook ei, heb ik ook eruit gegooid, over voedsel gesproken. Ik heb ei eruit gegooid.
Want op een gegeven moment dacht ik van, ja, dit smaakt me gewoon niet zo lekker meer. Er is iets met de eieren. Dat, of niet iets met de eieren, maar iets met mij. Dat matcht niet meer of zo. Dus ik had de eieren eruit gegooid. En een paar maanden later kwam dat fipronil-schandaal. Kwam uit. Dat er met die eieren gerommeld was. Toen dacht ik, zou daar een link... zou ik dat gesmaakt hebben? Of geproefd hebben? Want er was gewoon iets in de eieren dat ik dacht, dit is niet van mij. Dat is niet van mij. Oké, interessant. Ja. Maar ja, ik heb zo... Ik heb elk jaar heb ik er wel iets uitgegooid. En ik ben eerst begonnen met... Het begon allemaal met Chinees eten, waar ik een voedselvergiftiging van kreeg. Alles spoot eruit. Dus ik had een soort een bruine fontein. Dat is hoe ik het altijd maar omschrijf. Een paar dagen dat je gewoon echt niks binnen kan houden. Dat loopt overal uit. En daarna moet je weer rustig beginnen, hè? Met lichte dingen eten en zo. Maar dan heb je dus een paar dagen niks gegeten. En dan is alles wat je eet, is lekker. En toen dacht ik, waarom blijf ik dit nou niet gewoon doen dan? Want dit is gewoon super. Gewoon lichte kost, gezond ook. En... Dus ik was echt van plan van, oké, ik ga gezond eten vanaf nu. Maar dan kom je erachter dat je helemaal niet zo goed weet wat gezond is. Nee, nou, ik wil ik even aanhaken, want ik had dit weekendje ook een etentje. En toen, ja, dan wordt het echt sowieso zo'n bunker verstijn, weet je wel. Iedereen gaat, we gaan het morgen, pa betaalt, dus we gaan met z'n allen, huppakee, yay, zuipen, vreten. Nou, ik zat erbij. En ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want ik heb gewoon de laatste tijd al vaak meegemaakt, als je dat volle gevoel wat je hebt, als je heel veel gegeten hebt, is echt heel fijn, heel onprettig. Heel onprettig. En daarnaast, ja, waarom zou je iedere keer weer zoveel eten? Dat is ook gewoon niet gezond. Je kunt beter tot 80% eten, dat je die 20% overhoudt. En ja, dan word je ook ongezellig doorgevonden. Hè? Oh, je eet geen toetje. Oh, wil je nog wat? Ik zei, nee, ik heb genoeg. Oh, er is nog hoor, er is nog. Ja, dat weet ik wel, maar ik hoef het niet meer. Weet je, dus dan krijg je dat verhaal. Maar dus voor mij komt het uit Japan. Ik heb daar een boekje over gelezen. Ikigai heet het volgens mij. Dat is ook een soort spirituele leer. En daar kwam ook een stukje naar voren dat ze daar in Japan ook vaak bewust tot 80% eten. Dus 80% van je maag inhoud, zeg maar. En dan, dus ze laten bewust een stukje over. En dan, dat is veel gezonder. Dus, dat was ik eventjes ter aanvulling, wilde ik daar even op inhaken. Nee, maar dat is, we hadden het net over opvoeding ook. Dat krijgen we ook ingepeperd, hè, van jongs af aan. Een vol gevoel, dat is goed. En daarom eten we ook zoveel brood, want dan zit je heel snel vol. En dat is goed. Vol zitten is goed. Daar worden we mee opgevoed. En brood eet ik ook nog maar één keer per week of zo. Als avondeten dan. Want dat is helemaal niet goed. Daar zit niks in. Was dat de jaren 80? Dat we overal, dat hing op school ook. Zo'n poster met de brood. Daar zit wat in en zo. Er zit heel weinig in brood. Melk de Witte Motor, ken je die nog? Ja, ja. Pindakaas, er is ook nog zo'n campagne voor geweest. Er was die jongen op het schaatsen, weet je nog? Die pindakaas reclame, heel bekend. Ja. Echt, grote jongens eten pindakaas of zoiets, weet niet meer. Ja, 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 nee, de Elfstedentocht ging hij dan winnen, hè, na zoveel jaar. Dat kwam allemaal door de pindakaas. Raad, ja. Nee, maar je komt erachter dat je niet weet wat gezond is. Als je die keuze maakt. Dus ik ben het een beetje gaan uitzoeken. Ik dacht ook van, nou ja, sinaasappelsap. Zit er toch sinaasappels in? Dus dat is toch gezond dan? Maar nee, dat is net zo ongezond als cola. Want dan krijg je gewoon een soort suikerbom, krijg je. En dat is helemaal niet goed. Ook fruit moet je echt met mate door de suikers die erin zitten.
Ja, want laten we zeggen, in de jaren 60 werd er heel gehamerd op dat je niet te veel vet moet eten. En later weer werd er weer gehamerd op de suikers. Hè, daar zit het nu een beetje in. En al die potjes zitten veel suiker. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is duidelijk. Maar volgens mij wordt het volgende de nano. Want overal zit ook gewoon nano in. Hè? Microscopisch klein. Daar hoor je niemand over. Maar onze Monsanto-vrienden. Ja, kom op zeg. Wat moet je nou nog eten? Ja, alle groente en fruit van 100 jaar. Gewoon de paprika van 100 jaar geleden. Er zat veel meer in dan dat er nu in zit. Het is veel vlakker geworden, zeg maar, qua voedingswaarde en zo. Klopt. Ja. Mike Fres is nog niet aanwezig, hè, volgens mij. Nee. Vee heeft nog een leuke opmerking in de chat. Want we hadden het net over zure wind. Zure wind is als een GroenLinkser een scheet laat. Ja, ik doe niet aan politiek mensen, dus ik ga me daar niet in mengen. Maar dat is een leuk grapje. Daar mogen we toch wel om lachen, toch? Ja, vind ik wel. Ja hoor. Beetje humor. Oh, je hebt weer een KLM-melding. Ik heb weer een KLM-melding. Wat zag KLM-toestel daar vliegen? Dit was bij Canada. Of eigenlijk boven Canada. Wat zag KLM vlucht KL618 nu precies vliegen, of beter gezegd vallen, want dat is wat de gezagvoerder boven Canada zag gebeuren, laat de luchtvaartmaatschappij weten na berichten dat bij het immense land mogelijk een UFO was gespot. Ik heb met de gezagvoerder gesproken, hij heeft melding gemaakt van een falling object uit veiligheidsoverwegingen. Misschien dat het object een gevaar kon vormen, laat een woordvoerster van KLM weten. Ze reageert daarmee op een opvallende melding waar Canadese media over schrijven. De melding staat op de site van de Canadese overheid. Ze rapporteerden dat ze een helder groen object zagen. Het vloog in een wolk, waarna het uit het zicht verdween. Het fenomeen stoorde niemand. En alle opties worden opengehouden wat er nu werd gezien. En daar is die weer. Daar is die weer. Een weerballon. Nee. Jongen. Hoe lang nog? Is toch echt, het is toch triest. De Telegraaf, schaam je. Die onvermijdelijke weerballon. Ah. Een meteoor, een raket, cirruswolken of een UFO. Ook KLM weet het niet. Ik heb geen idee wat het was, aldus de woordvoerster, die de gemoederen wel enigszins wil sussen. De gezagvoerder deed de melding vanuit plichtsbesef. Niet omdat hij het idee had dat hij marsmannetjes zag landen. Nee, ben je gek zeg. Daar moeten we dan niet aan denken. Dit is ook mooi. Ja. Unidentified flying objects zijn hoe dan ook weer hot items. Afgelopen juni kwam het Amerikaanse ministerie van Defensie met een uitgebreid rapport over deze UFO's. Ik denk ook dat uitgebreide rapport waar niks in stond, wat maar 9 pagina's lang was. Dat noemt de Telegraaf een uitgebreid rapport. Dat is toch ook raar? Dat schrijf je toch niet zo op? Nou ja. Officiële bronnen het liever over UAP's, Unidentified Aerial Phenomena. Van liefst 143 dingen die men zag vliegen sinds 2004, weet men niet wat het is. De waarnemingen ontberen waarschijnlijk een enkele verklaring. De inlichtingendiensten erkennen momenteel over onvoldoende informatie te beschikken om de gedocumenteerde incidenten toe te kunnen schrijven aan specifieke verklaringen, vermeldde het rapport. Nou, er gaat nog een heel stuk door, maar dat is verder niet zo interessant verder. Maar er is weer iets gespot en er staat zelfs, ondanks alle rare taal, op de Telegraaf, dus...
Is dit een artikel van vandaag of van gisteren? Wanneer was dit? Ja, dit was van 14 augustus. Dus Oké. Ja, ja, ja. 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 Oké. Nou, we wachten eens een beetje op Mike Forrest. Hè. Die komt zo meteen aangeschoven. Ja, als mensen hier naar kijken, die kunnen natuurlijk nog steeds meedoen met ons. Als je denkt van, ik kan een goed programma presenteren. Ik ben een goede presentator, presentatrice. Ik heb ervaring met radio. Hartstikke leuk. Maak even een demootje, zodat wij een beetje weten wat je kunt. Wat je gedaan hebt. Stuur even een mailtje naar info@radiogletscher.nl. En dan kunnen wij weer beter afwegen of we misschien wat voor elkaar kunnen doen. Dus bij deze. Moeten we verder nog wat pluggen? We zitten op Twitter, we zitten op Facebook, we zitten op Odyssey. We hebben een eigen website. Ja, we worden trouwens elke dag bijgehouden door jou. Hè. Je hebt elke dag schrijf een artikeltje met een fragmentje. En ja, dat is radiogletscher.nl voor de laatste updates. Ja, alles wat op YouTube staat kun je ook rechtstreeks op de site. Daar is alles ook te vinden, dus dan kun je daar alles al bekijken. Ik zie dat de gast in de house is. Kijk eens aan, zeg. Dan moet ik nog even. Ja! Ja! Hallo, hallo. Hallo, Mike. Goedemiddag. Ben ik goed verstaanbaar? Ik denk het wel, hè? Prima, prima. Perfect, perfect. Mike, ik zal je even kort introduceren. Je bent initiatiefnemer van de website leefbewust.nu. En het komt er in het kort een beetje op neer dat jullie Nederland het gezondste land van de wereld willen maken. Ja, we hebben nog wel een lange weg te gaan daarin, maar dat klopt inderdaad. Dat is van oorsprong al onze missie om Nederland het gezondste land ter wereld te maken. Om mensen echt tools aan te reiken op het gebied van holistische gezondheid. Dus niet alleen voeding, maar ook mindset, meditatie. Het verwerken van emoties die vastzitten in het lijf. Eigenlijk alles wat omvattend is voor holistische totale gezondheid. Ja, zie jij een verschuiving op dit moment in die scene, in de holistische scene van gezondheid? Nou, ik zie wel dat steeds meer mensen zich beginnen te realiseren dat gezondheid toch wel je hoogste goed is. Kijk, voorheen waren mensen ook wel met gezondheid bezig en was het wel opkomende. Maar ja, als je nu ziet, met heel die coronacrisis, zie je wel dat steeds meer mensen in de gaten krijgen van, hey, mijn gezondheid, dat heb ik zelf te doen. Dat komt niet vanuit een overheid of vanuit een overheid geallieerde instantie. Nee, daar gaat het helemaal niet om gezondheid. Het begint allemaal bij mezelf. Dus die bewustwording en die groei in bewustwording, die zie ik wel steeds meer ontstaan, ja. Ja, ja. Hoe reiken jullie daar ook programmaatjes voor aan voor mensen om daar zelf stapjes, stap voor stap in te ondernemen? Hoe werkt dat? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een Facebookpagina en een Telegram, want op Facebook word je vandaag de dag overal gecensureerd. Niet alleen op Facebook trouwens, maar ook Instagram, YouTube. Eigenlijk alle big tech bedrijven zijn enorm aan het censureren. Dus ik moet zelf heel erg met de rem erop informatie delen, wat heel lastig is. Dus om die reden hebben wij ook een Telegram-account opgezet. Want ja, mensen moeten toch ergens aan informatie komen. En daarnaast is het zo, want daar delen wij dus gratis content. Maar daarnaast hebben wij nog een Leefbewust Academy, een soort leerschool, online leerschool, waar mensen stap voor stap kunnen gaan bouwen aan een betere gezondheid. En wat ik al zei, ja, dat gaat dus over voeding, maar dat gaat ook over vaste programma's, dat mensen gaan kijken van, hey, wat ik eet is belangrijk, maar ook periode van niet eten, misschien nog wel veel belangrijker. Dus vast programma's zitten daarin, mindset, meditatie, grote detox programma's. En dat is allemaal omvat in een online leeromgeving. En daar hebben we nu inmiddels meer dan 1000 volwaardige members in. Dus dat is echt groeiende. Maar ik zie ook wel dat mensen buiten de academy om steeds bewuster worden van, hey, dit, er zijn een aantal stappen die belangrijk zijn als ik voldoende nutriënten binnenkrijg om gezond te blijven. Want zo moeilijk is het allemaal niet deze tijd. Nee, heb jij zicht op wat YouTube en Facebook, wat zij specifiek willen censureren? Nou, ik merk bijvoorbeeld op Facebook heel erg op een moment dat het gerelateerd is aan vaccins. Dus het woord vaccins wordt al meteen gescreend. Op het moment dat er iets van Big Pharma in staat, wordt het gescreend.
En het is eigenlijk heel raar, want dan denk ik van ja, als je fake news wil aanpakken, pak dan ook iets aan als ik bijvoorbeeld zeg dat blauwe bessen kanker genezen, bij wijze van. Maar daar wordt niet op ingespeeld. Het is op het moment dat er iets kritisch wordt verteld over vaccins of over Big Pharma, dan is het al heel snel een red flag. En je ziet ook wel steeds meer mensen die dus wel gaan spelen met de bewoordingen. Dus vaccin, ja, wordt dan bijvoorbeeld vaccin genoemd of met, weet je wel, met extra tekentjes. Maar ja, je ziet wel dat gewoon de screening van Facebook en ook vanuit YouTube en Instagram gewoon ja, steeds meer en meer wordt. En dat heeft ook geleid dat steeds meer mensen op andere platformen aansluiting proberen te vinden. Ja, we hadden het net trouwens even over gezondheid, hoe dat bij ons persoonlijk is gegaan de afgelopen jaren. Dat je toch eigenlijk stapje voor stapje nieuwe keuzes maakt, hè, wat je wel eet of niet drinkt, of hè, wat voor soort tandpasta je gebruikt, of wat voor soort deodorant je gebruikt. Waar is dat bij jou begonnen, jaren geleden? Dat is, ik denk, een jaar of 10 geleden bij een documentaire. En nog steeds als ik hem voorbij zie komen, word ik daar enthousiast van. Dat heet Food Matters. Ik weet niet of je hem ooit voorbij hebt zien komen. En dat was voor mij het. Nou ja, het heeft mij de ogen doen openen van wow. Die grote bedrijven, die zijn er helemaal niet voor onze eigen gezondheid. Dus de farmaceutische bedrijven die vooral gericht zijn op ja, marktontwikkeling. En ook logisch hebben we natuurlijk een taak richting een aandeelhouders. Maar de ethiek is volledig, ja, is nergens te vinden binnen die bedrijfstak. En dat is voor mij reden geweest om zelf te gaan starten met het uitbouwen van mijn eigen gezondheid. En langzaam, stap voor stap, is dat steeds meer geworden. En zelf ook testen en ondergaan. Hè? Want ik heb altijd ook zoiets van, ja, je kan van alles adviseren aan mensen. Maar als je het zelf niet hebt geprobeerd, ja, wat vertel je dan eigenlijk? Hè? Dus de Food Matters, ik denk als je hem nog niet gezien hebt, ja, dat is eigenlijk een must-see voor iedereen. Ik schrijf me even op. je hebt ook bij de shamanen dingen gedaan, hè? Ja, nou ja, wij zijn vanaf 2015 hebben wij besloten om in Nederland alles op te geven en de wereld rond te gaan reizen. En toen hebben we in 2016, want dat was dus eind 2015 dat die beslissing viel, heel 2016 naar eigenlijk een hoog tempel de wereld overgereisd, ook op zoek naar eeuwenoude voedingswijsheid. Shamanen inderdaad, maar ook net zo'n Wim Hof bijvoorbeeld, of een Mantak Chia. We hebben een week in het donker gezeten. Dus wij hebben echt willen leren van diverse gezondheids- en bewustzijnspioniers overal ter wereld, om die kennis mee te nemen en eigenlijk in onze online leeromgeving te stoppen. En ik zeg altijd, dat is geen one size fits all, vaak is het een combinatie van. En juist door zelf uit te proberen en te kijken wat bij jou past, op een gegeven moment heb je een soort van toolkit voor jezelf ontwikkeld, waarvan je weet van, nou ja, deze werken voor mij en hier kan ik mee aan de slag. En vooral dat je het zelf ervaart, hè. Want ja, je kan nog zoveel gezondheidsadvies aannemen, maar als je bijvoorbeeld iets eet en je voelt je niet goed, je voelt je niet lekker, ja, neem dat advies dan ook niet zomaar aan. Ik bedoel, het lichaam is zo intelligent en dat is ook de boodschap die wij steeds weer willen meegeven, is van, luister vooral naar je eigen lijf, want ja, the body knows best. Ja, is auto maar Marleen. Ja, omdat we hadden, vorige week hadden we een astroloog in de uitzending. En we hadden het over ayahuasca even. Oh ja. En die zei van, ja, dan sta je helemaal open. En dan ben je in een groep en zo. En al die mensen staan open. Dus dan kun je die energieën van anderen, zeg maar, oppikken in je eigen veld. Zeg maar. Ja, ja. Heb je daar ervaring mee? Ja, wij hebben twee keer ayahuasca. Ja, ayahuasca is zo ontzettend intens. Dus dat, ja, dat is ook niet iets wat je voor je lol gaat doen, zeg maar. Dat is zo'n diepe reis in jezelf. En het vraagt ook om een bepaalde overgave. Want je kan een reis ingaan en denken van, nou, dat ga ik doen. Maar het vraagt echt om overgave. Om alles los te laten van wie je denkt te zijn. Of de verhalen die je zelf voorhoudt. En ja, als je dan in zo'n groep zit, ja, dan pik je inderdaad wel energie op. Want je staat dus open. En ik kan me herinneren, dat was in de Boliviaanse jungle, hebben wij een ceremonie ondergaan van de Santo Diamond. Dat is ook weer een stroming binnen de ayahuasca. Maar dat is echt hardcore. Dus dan ga je echt op van die houten pallet zitten.
En je bent verplicht om 5 keer te drinken. En je moet rechtop blijven zitten. Nou, je zit dan in zo'n jungle, overal muggen om je heen en toestanden. Maar ik kan me dus wel herinneren dat je in de energie op andere lagen heel erg verbonden bent met de mensen om je heen. En ja, het is heel moeilijk om in woorden uit te drukken wat dat dan is. Maar dat is een soort intuïtief gewaarzijn van waar andere mensen op dat moment ook kunnen zitten. En het is natuurlijk een hele persoonlijke, individuele reis. Maar er zijn inderdaad momenten dat je, ja, dat je voelt dat er een bepaalde resonantie of klik is inderdaad. Ja, precies. Ik heb de laatste tijd veel gesprekken met mijn vriendin over voeding. En kijk, iedereen zit in zijn eigen proces, hè, als het gaat over spiritualiteit of alles wat daarmee samenhangt. Maar zie jij vaak dat als je, je met voeding bezig gaat, dat vaak de eerste katalysator is eigenlijk om een klein beetje met spiritualiteit bezig te gaan? Ja, zeker. Zeker. Dat is ook de reden waarom wij juist in op een gegeven moment zoiets hadden van, nou, we moeten ons veel meer gaan richten aan de buitenkant op voeding. Want wij begonnen dus in 2012 alweer, toen zijn wij Leefbewust gestart, met bewustzijn, meditatie, mindfulness. En ook voeding zat er natuurlijk in. Maar voor mensen was het heel moeilijk te pakken van waar start ik nou op mijn reis? Toen hadden ze iets van, nou, nee, we moeten duidelijkheid gaan scheppen van eenvoud. Dus voeding aan de eerste plaats aan de voorkant. En dat zorgde dus ook voor dat mensen op het moment dat ze gezonder gaan eten, dat weer deuren opent op, ja, mentaal vlak, emotioneel vlak. Dus zeker, zeker is dat, wat tenminste onze ervaring, dat voeding een, ja, eigenlijk een perfecte ingang is om holistisch gezonder te worden. Om dan vooral met voeding te gaan starten, inderdaad. Zeker. Ja. Oké. Okay. All right. Ja, want ik zit even te denken, want heb jij zelf ook de veel spirituele ervaringen gehad na die ayahuasca-sessie? Ja, ik vind dat moeilijk. Wat is een spirituele ervaring, hè? Mijn inziens is alles een soort van spirituele ervaring, maar de ervaring van spiritualiteit is denk ik het inzicht op het moment dat je ziet, de schoonheid ziet van wat er om je heen is. En het heeft wel voor mij zeker een verdieping gebracht, dat ik echt momenten kan hebben, zeker als ik in de natuur ben, echt gewoon in awe kan zijn van wow, wat er om me heen vliegt. Een soort van totale staat van ultieme bewustzijn, dat je je verbonden voelt met alles om je heen, met de vogels, met de geluiden, met de wind die je voelt. Dus ja, het heeft bij mij zeker iets geopend, ja. Het heeft zeker een deurtje geopend, absoluut. Ik denk altijd, als je dus, het is aan de ene kant, als je spiritueel wil worden, zeg maar, dan kan dat niet via het eten, dat je heel erg gezond gaat eten. Maar andersom gaat het wel. Dus je wordt spiritueel, dus dan ga je eigenlijk automatisch ook gezonder eten. Ja, ik denk dat het sowieso een wisselwerking is. Want als je gezonder gaat eten en je gaat ontgiften, dan je pijnappelklier ontgift. Dat stelt je ook weer in staat om meer diepere spirituele ervaringen te hebben. Als je je cellen vol zitten met gifstoffen, ja, dan is je lichaam ook in een staat van overleving constant. Dan kun je ook niet verwachten dat je een bepaald beroep kunt doen op, ja, op je hogere zelf of op het universum of God of hoe je dat ook wil noemen. Maar iets meer dan jouw kleine ikje als je lichaam constant in overlevingsstand zit. Dus ja, onze ervaring is het wel. Als mensen gaan ontgiften, want daar begint het vaak bij. Want je kan gezonder gaan eten, maar als je cellen vol zitten met gifstoffen, ja, dan kunnen er geen voedingsstoffen de cel in. Dus wij beginnen ook altijd ook met onze Leefbewust lifestyle, dat mensen starten met een ontgifting en dan een gezondere voeding. Dan gaan mensen zich beter voelen en dan hebben ze iets van, oh, weet je, maar ik ervaar bijvoorbeeld ook wel heel veel stress in mijn leven. En in hoeverre komt dat ten goede van mijn gezondheid? Want ik kan wel heel picky zijn op wat je wel en niet eet, maar als je daar heel veel stress bij ervaart, ja, ik zeg altijd, je bent zo gezond als je voedingsstoffen kunt opnemen. En als jij constant stress ervaart, ja, dan staat je lijf in constante vecht- en vluchtmodus. Dus het sympathisch zenuwstelsel. En of investeert het lijf niet in vertering. En als het lijf niet investeert in vertering, neemt het geen voedingsstoffen op. Dus
Als jij heel veel stress ervaart, maar je eet heel gezond, dan ben je nog niet gezond, want je eet eigenlijk niet gezond omdat het niet wordt opgenomen. Dus dat is het bijzondere van het lijf. Ja, dat ontgift, hè, want ik kan me zo voorstellen dat het voor iedereen weer specifiek is van wat hij daarin moet doen. Klopt dat ook? Nou ja, een beetje de paradox, want wat wij ook verkondigen, kijk, je hebt het plantenrijk en je hebt het dierenrijk. En dat blijft een eeuwige discussie van hoe moeten we eten? Moeten we volledig vegan eten? Moeten we volledig carnivore eten? Want er zijn groepen, echt grote groepen, carnivore diets. Dus mensen die hardcore, dus alleen maar vlees eten. En daar genezen van allerlei ziekten. Maar je hebt ook mensen die volledig vegan eten. Dus alleen nog maar plantaardig voedsel. En volledig genezen van allerlei ziekten. En dan rijst de vraag van, ja, hoe kan dat nou? He, op beide kanten van het spectrum. En het ligt heel erg aan de soort ziekte die je hebt en wat er op dat moment nodig is voor je lichaam. Wat veel mensen niet weten is dat plantaardig voedsel wordt ook wel stressor food genoemd. Dus stressvoedsel brengt letterlijk stress aan op je systeem, maar op een goede manier. Net als kurkuma, als je kurkuma neemt, dat brengt lichte stress aan op je immuunsysteem en daardoor komt het sterker terug. Hetzelfde wanneer je in de sportschool gaat trainen. Ja, de dag later heb je pijn, maar je spieren komen sterker terug. En dat is wat planten doen. Die zorgen voor een lichte stress op het immuunsysteem, waardoor het sterker terugkomt. En het zorgt voor ontgifting. Terwijl dierlijk voedsel aan de andere kant van het spectrum ervoor zorgt dat zeker de vetoplosbare vitamine A, D, E en K zorgen ervoor dat cellen beter met elkaar kunnen communiceren, dat hormonen worden aangemaakt. En Dus beide kunnen heel erg belangrijk zijn, maar ook op basis van je medische verhaal, je constitutie. En daarom zeg ik ook altijd, wat ik net ook al zei, van luister alsjeblieft heel goed naar je lichaam. En ga niet in het dogma zitten van dit moet ik wel eten en dit niet, om ethische of morele redenen. Terwijl je ziet dat je lichaam in verval is. Dus ja, dat is het bijzondere, dat we gewoon ingetuned zijn en blijven op wat het lichaam ook daadwerkelijk nodig is, heeft zonder in die dogma te zitten van dit is goed en dit is slecht. Doe maar Marlijn. Nou, hoe, want dat moet je dan, iedereen die bij jullie komt, die moet een soort persoonlijk voorschrift krijgen van wat hij dan moet hebben. Of begin je altijd met ontgiften dan? Nou ja, wij beginnen sowieso altijd met ontgiften. De basis van ons is wel oervoeding. Oervoeding is gebaseerd op eeuwenoude voedingswijsheid, wat ook weer zijn basis heeft in het grootste voedingsonderzoek wat ooit is gedaan van Weston A. Price. En Weston A. Price die is de hele wereld overgegaan op zoek naar eeuwenoude volkswijsheid en volksstammen die zich vasthielden aan traditionele voedingspatroon. En hij zag dat die mensen een perfecte gezondheid hadden en ook de tandbogen die waren perfect. En op het moment dat diezelfde stammen het blanke gemaksvoedsel gingen eten, zag hij een fenomeen wat hij noemde fysieke degeneratie. En dat zag je al na één generatie dat de kinderen, en dat komt in het Westen heel veel voor natuurlijk, daarom moeten we ook een beugel, scheve tanden kregen. En hij zag dus als de tribes en de stammen zich vasthielden aan het traditionele voedingspatroon, waar ontzettend veel vitamine A, D, E en K in zat, dat ze perfecte, robuuste lichamen hadden en perfecte tandbogen. En op het moment dat ze suiker en witmeel en blanke gemaksvoedsel gingen eten, vond er dus degeneratie plaats in de volgende generatie. En dat zag hij dus, en die foto's heeft hij dus ook vastgelegd in zijn boek Voeding en Fysieke Degeneratie, dat je scheve tanden kreeg en smallere gezichten. En je zag gewoon de degeneratie van vader op zoon ontstaan. En dat is zo ontzettend bijzonder. En ja, mijn inzien is dat nog steeds het beste voedingsonderzoek ooit gedaan, omdat letterlijk de field in gaat, het is veldonderzoek. En het laat gewoon zien wat we als mens nodig hebben aan voedingsstof om gezond te blijven. Ja, het lijkt wel een beetje alsof dat ook een beetje te maken heeft met de symmetrie. Hè? We houden van als dingen symmetrisch zijn. Daar zien we de schoonheid vaak in. Hè? Als iets asymmetrisch is, dan zeggen we, nou, dat klopt niet helemaal. En dat lijkt ook al een beetje door te gaan in jouw verhaal. Van dat je, als je mooie rechte tanden hebt, dat natuur die beloont je daarmee. Als je goed voor jezelf zorgt, lijkt het wel. Ja, maar en ook bijvoorbeeld nog steeds in de, als je een paard gaat kopen, in de paardenwereld, wat doen ze letterlijk voordat je een paard kijkt? In de bek kijken. Ze kijken naar het gebit,
om te bepalen of het paard gezond is. Dus de gezondheid van je gebit zegt ook dus heel veel over de gezondheid van je hele lijf. En vaak hebben we het idee, nou, moeten we naar de tandarts, moeten we ingrijpen dit, ingrijpen dat. Nee, maar als jij meer, en dat zou je eigenlijk alle tandartsen moeten adviseren, meer vetoplosbare vitamine zorgen letterlijk voor een sterke gebit en daarmee dus ook voor een sterke gezondheid. Maar er is bijna niemand die dat weet. Vetoplosbare vitamine? Ja, dat zijn, je hebt de wateroplosbare vitamine en je hebt de vetoplosbare vitamine. En het bijzondere daarvan is dat Weston Price, nou, die heeft dus onderzoek gedaan naar die voedingsproducten van die tribes, van die volkeren. En hij heeft die mee naar huis genomen voor onderzoek. En hij ondervond dus zelfs in zijn laboratorium dat die voedingsproducten tot 10 keer meer vetoplosbare vitamine bevatten dan blanke gemakvoedsel. Dus nog steeds vitamine A, nou, vitamine D, dat bleek ook al uit alle berichtgevingen van alle mensen die zijn overleden aan corona of op de IC zijn beland, ernstig tekort aan vitamine D. Vitamine A is ook meegenomen in een protocol van dokter Brownstein, die zei ook al van vitamine A is belangrijk. Nou, dan heb je al A, D. Vitamine E is sowieso belangrijk. K, dat noemde hij zelf activator X. Later is dat pas vitamine K geworden. En ook van die vitamine is bekend. Er zijn diverse nieuwsberichten naar buiten gekomen. Vitamine K tekort leidt tot dood of ernstige opname op de IC. Dus ik vind het mooi dat die eeuwenoude voedingswijsheid gewoon weer terugkomt in de nieuwsberichtgevingen van vandaag de dag, als je het hebt over corona en andere ziekten, als gevolg van simpelweg voedingstekorten. Ja. Mike, ik lees elke week braaf je nieuwsbrief op de mail, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar hoe kijk jij nu vanuit gezondheid naar deze situatie waar we nu in zitten? Kun je daar iets korte samenvatting van geven? Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik denk dat het hele beleid zoals die nu gevoerd wordt, en Maurice de Hond, die is daar ook heel goed in, die weet alles van de cijfertjes, die laat ook zien van ja, dit gaat niet meer om gezondheid, al lang niet meer. Want als het werkelijk om gezondheid zou gaan, dan zou er ook veel meer inzet zijn op, nou ja, de druk op de zorg van kankerpatiënten, hart- en vaatziekten, diabetes, noem maar op. Nou, daar wordt geen enkele aandacht aan besteed. Sterker nog, wie hoor je vandaag de dag nog over voeding spreken? De vaccin is de heilige graal om eruit te komen. En dat werd altijd al beloofd. Nou, nu blijkt ook dat het vaccin helemaal niet goed werkt. Dat mensen ernstige bijwerkingen hebben, dat je het virus nog steeds kunt krijgen en nog steeds kunt overdragen. En er is niemand die zegt van, hey, misschien moeten we wel een andere weg inslaan. Misschien moeten we mensen wel voorzien van voldoende voedingsstoffen. Gaan we als overheid in plaats van het vaccin gratis vitamine D voorschrijven? Nou, dat zou een heel ander effect geven, zeker in de wintermaanden, want iedereen heeft dan een chronisch tekort aan vitamine D, dan wat we nu zien met het constante gepush voor het vaccin. Maar ja, weet je, vitamine D, dat levert maar beperkt geld op. En er zit zo'n grote macht achter die industrie. En ja, laatst kwam het al bericht naar buiten van Pfizer, wat iets van 10 miljard of 20 miljard al een winst maakt. Nou, 80-90% van hun omzet draait nu om die vaccins. Ja. Nou ja, denk maar, als bedrijf wil je dat niet opgeven. Dat wil je elk jaar herhalen. Want de aandeelhouders die staan al in de rij te klappen zo. Van hartstikke mooi, ga door. Dus ja, het is te bizar voor woorden. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, die zei van, ja, we hebben het altijd over een griepseizoen, hè? Maar we moeten het eigenlijk meer van bovenaf bekijken. Want je ziet dus ook dat in de wintermaanden heb je natuurlijk veel minder zon. Dus dat betekent ook dus dat, en doordat er minder zon is, heb je minder vitamine D. Maar er zijn ook meer andere oorzaken natuurlijk. Maar dat zorgt er ook voor dat mensen dus eigenlijk gewoon minder ja, sterk zijn. Of ja, minder ja, beschermd zijn tegen... nou ja, je kunt het over virus hebben, maar je kunt het gewoon in zijn algemeenheid gewoon trekken. Mensen zijn gewoon kwetsbaarder in die periodes. Dus ja, je kunt wel een griepseizoen als verklaring geven. Maar misschien is het ook gewoon iets wat meer in de menselijke natuur zit. Dat we dan gewoon eventjes instabiel zijn, weet je wel? Hoe zie jij dat? Ja, het is natuurlijk je hebt de seizoensinvloeden. Dus op het moment dat het winter wordt, ja, mensen gaan meer naar binnen. Dus zijn ook niet minder in de openlucht. En het is al gebleken dus, en daar wordt ook nog steeds niks mee gedaan, dat ventilatie ontzettend belangrijk is. En dus ook voedingstekorten. Dus wanneer jij de zon niet meer op je huid krijgt, ja, dan is het gewoon heel belangrijk om een vitamine D-supplement binnen te krijgen. En een vitamine D-supplement, nou, is een van de goedkoopste supplementen die er zijn.
Maar het advies blijft uit. Terwijl we inderdaad weten, ja, de seizoensinvloeden zijn groot. Straks, als de herfst aanstaande is, dan zul je zien dat de druk op de zorg weer toeneemt. En dat we gewoon weer in de lockdown komen. Lijkt alsof we de anderhalf jaar niks geleerd hebben. En ook niet willen leren. En volop blijven inzetten op maatregelen die keer op keer, waarvan is bewezen dat ze niet werken. Alsof we in zo'n soort tunnelvisie zitten van, nou, dit is de manier waarop we het doen en niet anders. Want zo hebben we het altijd gedaan en zo blijven we het doen. Ja, ja. Ja, die supplementen, dat is natuurlijk leuk. Maar dat is meer toch ook een oplossing voor een probleem van, zeg maar, hoe we in het Westen leven. Dus we hadden net een artikeltje waarin stond, we zijn ervoor gemaakt als mens om gewoon in de zon te lopen. Ja. De hele dag lang. Dus we kunnen wel supplementen maken, omdat we dan op kantoor kunnen blijven zitten. Maar moeten we niet veel meer terug naar een ander soort maatschappij? Nou ja, we moeten sowieso in de zomermaanden. Kijk, het probleem is ook dat we in de wintermaanden simpelweg geen vitamine D kunnen opdoen vanuit de zon. Omdat de zon te laag staat ten opzichte van atmosfeer om UVB-licht door te laten. En UVB-licht stelt het lichaam in staat om vitamine D aan te maken. Dus natuurlijk in de zomermaanden zouden we veel meer naar buiten moeten. En niet bang en zeker niet insmeren. Want juist het insmeren met toxische stoffen zorgt ervoor dat we huidkanker ontwikkelen. Dat is het hele probleem. Ik had laatst gewoon een hele discussie met mijn vriendin. Ik zei, je moet je niet insmeren. Ja, wel, zegt ze. Kijk. Nee. Opnemen. Nee. Berlijn, opnemen dit fragment. Nou, dat is een mooie. Er is zelfs een heel boek geschreven van een dermatoloog. Ik ben de naam even kwijt. En het boekje heet in ieder geval Zonnemag. En hij komt dus ook terug en onderbouwt het ook met cijfers. Juist de mensen die bijna niet in de zon komen, ontwikkelen huidkanker. En dat denk je van, hoe kan dat nou? Want inderdaad, een overdaad aan zon, dat klopt, kan ervoor zorgen dat je sneller huidkanker ontwikkelt. Maar de opname van vitamine D zorgt er ook weer voor dat de kans op huidkanker en vele andere soorten kanker vermindert. Dus als je jezelf gaat insmeren en kijk maar eens wat voor ingrediënten in die zonnebrandcrème zitten. Nou, daar word je niet blij van. Dat zijn letterlijk kankerverwekkende stoffen. Ja, ja. Dat is in nadeel 1. Nadeel 2 is dat je, voordat je ook maar een zonnestraal op je huid hebt gehad, dus geen enkele vitamine D hebt aangemaakt, al jezelf insmeert. Dus je blokkeert letterlijk het UVB-licht om vitamine D op te doen. Plus je krijgt allerlei chemicaliën eruit, want de huid neemt het direct op. Dus het is zo vreemd dat het nog steeds het advies is van smeren, smeren, smeren. Nee, smeer alleen met natuurlijke zonnebrandcrème op het moment dat je weet dat je heel lang in de zon blijft. Bijvoorbeeld als je een wandeling gaat doen, om te voorkomen dat je verbrandt. Maar bij de eerste zonnestralen ga in de zon zitten. En op het moment dat je ziet van, hey, mijn huid is iets verkleurd, dat is een teken van dat je lijf voldoende vitamine D heeft opgedaan. En dan kun je of uit de zon of langere kleding aantrekken. En als dat niet te voorkomen is, eventueel nog een natuurlijke zonnebrandcrème. Maar smeer je niet in als je net de zon ingaat, want het is funest. Het is echt funest voor je gezondheid. Kijk, dat is maar even weer gezegd zo. Heel goed. We zijn er doorheen. Heb jij nog het doel ook om de kinderen en basisscholen te bereiken? Of wat daar begint het eigenlijk een beetje? Nou ja, niet direct, maar wel vanuit de ouders. Dus vanuit de ouders om die inspiratie mee te nemen. En dat het op die manier de kinderen bereikt. Het is ook een lastige doelgroep voor ons, waarvan wij niet precies weten hoe we die moeten bereiken. Maar ik weet ook wel dat er heel veel initiatieven zijn die daar wel op gefocust zijn. Want daar begint het, wat je al zegt, daar begint het natuurlijk bij. En zeker met de propaganda en de social distancing en de mondkapjes, et cetera, et cetera. Ja, die groeien nu op in een wereld waarbij ze dat over 10, 15, 20 jaar heel normaal gaan vinden. Dus, en dat is denk ik het grootste probleem van deze tijd, dat je op dit moment nog heel veel kritische mensen hebt. Maar ja, als je een generatie hebt die opgroeit met dit normaal, ja, dan is het ook niet meer vreemd straks. Kijk, als je in China bent opgegroeid, dan, of in Noord-Korea, dan sta je er ook niet meer van te kijken van de manier, want dat is alles wat je kent. Dus ik denk wel dat het goed is dat er zeker initiatieven zijn om kinderen daarin en wakker te maken en bij te scholen van, hey, leer ook kritisch denken en onderzoek, neem niet alles voor waarheid aan. Dus zeker een hele, hele belangrijke doelgroep, ja. Ja. Mike, fantastisch wat je doet. Leefbewust.nu. Zorg dat je de nieuwsbrief van Mike leest wekelijks. En Facebook zit je ook op, hè?
Nog wel. Dan gaan we door tot het bittere einde. Super. Ja, we gaan afsluiten. Mike, dank voor je komst. Yes. We zijn er morgen weer vanaf 12 uur, van 12 tot 2, Radio Gletscher, met weer een nieuwe gast. En natuurlijk onze vaste items. En ik wens iedereen nog een hele fijne dag. Tot morgen. Bye bye. Tot morgen.